Goedemorgen, dit is de VPRO Het Marathon Interview. Chris Keijnen spreekt 3 uur lang met Peter Vos. Of, om precies te zijn, Petrus Antonius Carolus Augustinus Vos. Hij werd op 15 september 1935 geboren. Dezelfde dag dat de rassenwetten van Nuremberg werden aangenomen, zal de tekenaar zelf niet nalaten daarbij op te merken. Want Peter Vos is niet vies van wat symboliek. En hoe kan het anders, met zo'n naam? En dan ook nog als geboorteadres een huis in een Utrechtstraatje dat Achter Sint-Pieter heet. Ik wil maar zeggen, roomser worden ze niet gebakken. En als er iemand niet vies is van symboliek, dan is het de katholiek. Vooral onder invloed van zijn van oorsprong Limburgse vader, die in Utrecht een leven leed van in de kroeg zitten en als journalist werken voor het Utrechts Nieuwsblad, maar vooral een leven van lezen en praten met zijn kunstvrienden. Onder invloed van die bijzondere vader ontwikkelde Peter Vos zich al in zijn vroegere jeugd tot een talentvol tekenaar. Met al snel een grote voorliefde voor een klein aantal thema's. Vogels, de metamorfose en de commedia dell'arte. Een ontwikkeling waar dat katholicisme niet vreemd aan is, immers, de katholieke kerk staat vol met beelden, om het maar eens simpel te zeggen. U zult er vast meer over horen, de komende 3 uur. En over die vader ook. Zoals u vast ook meer zult horen over de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, waar Vos een degelijke 19e eeuwse opleiding kreeg. Een ambachtelijke opleiding, of zoals het geformuleerd werd door een van zijn leermeesters daar, G.V.A. Reuling, dat begint op kunst te lijken. Daar bent u hier niet voor. Dezelfde Reuling trouwens die hem artis deed ontdekken, wat zou leiden tot een levenslange liefde voor dierentuinen. U zult vast ook het een en ander horen de komende 3 uur over de tijd dat Peter Vos illustraties maakte voor het studentenblad Propria Cures, bij verhalen van Theo Sontrop, Hugo Brandt-Corstius en Rinus Ferdinandussen. Het werd zijn opstapje naar Vrij Nederland, waar hij tot de dag van vandaag een van de huistekenaars is. Hoeveel leeuwtjes hij tekende voor de rubriek Terzijde, tot die een aantal weken geleden na een kleine 40 jaar werd afgeschaft, we zullen het hem vragen, maar het zou ons verbazen als hij het weet. Hoewel, wie Peter Vos goed kent, verbaast zich vooral als hij iets niet weet. Een boekenkast in je hoofd, dat is een rijk bezit, vindt Vos. Schrikt u niet wanneer er onverhoeds een gedicht uitrolt of andere citaten uit de wereldliteratuur. Het zit er allemaal in dat hoofd waar al 50 jaar die prachtige tekeningen uitkomen. 50 jaar geleden verschenen zijn eerste illustraties in druk bij gedichten van Daan Zonderland. En naast al het vrije werk dat Vos maakte, zijn het vooral ook zijn illustraties die hem beroemd maakten. De Sprookjes van de Lage Landen uit de jaren 70. De omslagen voor de boeken van Renate Rubinstein, zijn hartsvriendin, in de jaren 80. De tekeningen bij gedichten van Rudy Kausbroek, waar hij de Gouden Griffel voor kreeg, in de jaren 90. Het zijn maar een paar voorbeelden van de ruim 100 boeken die Peter Vos inmiddels geïllustreerd heeft. Daar zal het ook over gaan, de komende 3 uur. Waarom hij illustrator is en geen kunstenaar. En over de liefde, over de dood, over drank, oh god, die drank. We moeten gauw beginnen. Zoveel te doen, zo weinig tijd. Luistert u de komende 3 uur naar het marathoninterview dat Chris Keijnen afneemt met Peter Vos. Peter Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is veel, hè, als je dat zo achter elkaar hoort. Ja, het is een beetje, het schept een beetje veel verwachtingen, hoor. Luisteraars, houd die vooral rustig als het tegenvalt. Dan, nou ja. En met zoveel werk, over zo'n lange periode, ziet de Volkskrant toch nog kans om je van de zeurkalender te beschuldigen vanochtend in de aankomst. Ja. Ja. Dat is namelijk zo leuk, omdat het is een running gag. Iets wat al jaren aan de gang is, dat Peter van Straten en ik met elkaar verwisseld worden. Mm-hmm. Zo zelfs dat zijn kleine dochtertje, Marcia was toen nog erg klein, een keer aan Peter gevraagd heeft, ben jij Peter Vos? En wat Peter zei hij? Peter is dan zo aardig om dat aan mij te vertellen. Nee, hij heeft het ontkend. Nou, ook zo was. En ja, ik werd wel eens gevraagd toen we allebei pas begonnen, Peter en ik, aan onze carrière. Door een uitgever, komt u uw werk eens laten zien. We hebben waarschijnlijk wel werk voor u. Nou, dan ga je erheen met een mapje. Je ziet die man zijn gezicht als hij het mapje openmaakt en die tekeningen kijkt. En dan denk je, oh ja, hij had Peter van Straten natuurlijk bedoeld. En dat is herhaaldelijk gebeurd. Ik word meer voor Peter van Straten versleten dan hij voor mij natuurlijk, want hij is veel bekender. Huh. Is dat erg?
Ik bedoel, wat zeg je? Is dat erg dat jullie verward worden? Wat vind je daarvan? Nee, we vinden het zelfs wel leuk. Ja. Ik ga ook dat stukje uit de Volkshand uitknippen en aan Peter laten zien natuurlijk. Ja, dat hoort in de verzameling. Dat komt bij de verzameling, ja. Maar toch, de thema's van Peter Vos werden al genoemd in de inleiding. Welke vogel zag je het eerst vanochtend? Wat was de eerste vogel vandaag? De eerste, het is zo jammer dat de tijd van zang alweer voorbij is. Hè? Ik heb al die tijd 's morgens de keukendeur opengezet en mijn koffie gedronken met één oor naar buiten gespitst, omdat de merel zo mooi zingt. Maar het is alweer voorbij. Nu hoorde ik vanmorgen voor het eerst een houtduif. Als eerste vogel de houtduif. Ja. Nou ja, die doet het tenminste nog. En het is een heel behoorlijke roep, hoor. En hegemus doet het ook nog, bij ons tenminste. Maar verder niet. Niks meer in de tuin? Gewoon... Geen zang, bedoel ik. Nee. Die houtduiven, wij strooien het hele jaar door, al mag dat zogenaamd niet. Daar worden de vogels lui van, wordt er gezegd. Ja. Nou ja, dan moet je in de zomer ook Albert Heijn sluiten. Want als je op een supermarkt zomaar je eten kan oprapen voor geld, dan word je ook lui. Begrijp je? Ik vind het zo'n onzin. Ja. En zegt dat iets over de dag? Ben je daarbij gelovig in? Nee. Als je denkt van een goede dag begint met een merel en een slechte met een houtduif, bij wijze van spreken? Of? Dat werd vroeger wel gedaan, hè? Is dat zo? Ja. Ja. In de Reinaard komt voor dat iemand, ik geloof Grimbaard de Das, die ziet een Sint Maartensvogel. Ik ben er nog niet achter wat dat voor een vogel is. En hij wil zo graag dat die vogel links van hem zal vliegen. En dan gaat hij rechts of zoiets, hè? Ja. Daar wordt een symboliek en daar wordt... Nou ja, auspiciën, dat komt van avispex. En dat waren mensen die de toekomst aan de aves, aan de vogels, konden voorspellen. Ja. Dus maar... ja, het gebeurt wel, maar ik heb er geen last van, gelukkig. Nee. Laten we gewoon maar beginnen met wat misschien wel de vervelendste vraag is. Al was het maar omdat je hem zo verschrikkelijk vaak hebt moeten beantwoorden. Ja. Waarom vogels? Ja, hoe meer je dat gevraagd wordt, hoe minder je het weet. Dat is ook wel... Dat is met de meeste vragen zo waarschijnlijk. Ja, het voor de hand liggende is natuurlijk omdat ze vliegen. Maar dan zou je dus ook van muggen... idolaat moeten zijn. En dat ben ik veel minder. Wespen ook niet. Het is zo dat vogels... Je ziet ze nogal veel. Als je bijvoorbeeld gek zou zijn op zoogdieren, dan zou je veel langer moeten zoeken. Ja, wat zie je? Eekhoorntjes, konijnen, een beetje. Maar de rest houdt zich schuil. Het zijn meestal schemerdieren. Maar vogels zie je echt veel. En ik word er vrolijk van. Huh. Die... Vooral van de kleine vogels, zoals de winterkoning, de alle mezen. Die, ik meen daar een levenslust in te herkennen. Dan komt er zo'n ding aangevlogen, gaat zitten, kijkt om zich heen. Even zijn veren schudden, even schoonmaken en hop, weg weer. En het heeft zoiets vrolijks. Waar het op lijkt is bijvoorbeeld, toen ik... Toen mijn zoontje nog klein was en op de kleuterschool zat, dan ging ik hem wel ophalen van school. Dan gaat zo'n grote schooldeur open en dan komt er een troep jolige dwergen uitgestormd. Mm-hmm. En een van die dwergen is jouw dwerg. En die mag bij je achterop zitten naar huis. En dat, die levenslust. Mm. En dat vind ik bij vogels in sterke mate. Bij de kleine tenminste. En is dat ook... een bewondering of een aantrekkingskracht omdat je dat soort levenslust zelf ontbeert? Of? Oh, hé. Interessante vraag. Nou, omdat je ik heb keer... het bij tijden. Ik ben onderhevig aan erge pestbuien, waar een veel deftiger woord voor bestaat, waar ik even niet op kan komen. Of dat het werk niet lukt. Ach, je weet het wel. Maar vogels zien er nooit uit of het werk niet lukt. En in zoverre heb je wel gelijk. Maar af en toe ben ik ook erg vrolijk en leef met ze mee. Er is, misschien ken je dat plakcollectief Loesje. Ja. Die altijd van die boodschappen door de stad verspreiden in enorme koeien van letters.
En die hebben die boodschappen verzameld in een klein boekje. En het boekje heet... Mooi, hè? Alles. Mm-hmm. En in die... Dat vind ik zo prachtig. En in die stemming ben ik regelmatig. Dat ik de tuin in kijk of de straat op kijk of een meeuw voorbij zie vliegen. En denk, wat is dat beeldschoon, zeg. Nou ja, een... Maar, zoals gezegd, het gaat op en neer. Ja. Nou ja, omdat je een keer... Maar dat ging dan ook inderdaad meer over al het tekenen van vogels. Omdat je dat formuleerde als... meedenken met gelukkiger, lichter dieren. Ja, dat is leuk. Die regel is namelijk niet van mij. Oh. Die is van Dick Helenius. Nee, daarom is het leuk, want dat was een man die ik erg bewonderde. En nog bewonder. Beroemd bioloog. In beroemde bioloog. Dichter. Dichter. Ja. Essayist. Ja. En die kreeg een keer de opdracht. Ik had een tentoonstelling. Om die tentoonstelling te bespreken. En toen eindigde die met een gedicht. Ik heb nog nooit een recensie gelezen die eindigde in een gedicht. Begrijp je? Dat was weer typisch Dick. En dan heeft hij het in dat gedicht. Ik ken het helaas niet uit mijn hoofd. Over... dat mensen niet kunnen vliegen alleen met vroetende motoren of zoiets. Dat soort Helenius woorden. En dat we alleen maar kunnen meedenken met lichter, gelukkiger dieren. Dat is dan onze manier van vliegen. Aha. Als ik vlieg, vlieg ik in commissie, zou je kunnen zeggen. En dus dat is van Dick. Ja, daar sta ik heel erg achter die regel. Want... het tekenen van vogels is een soort vliegen ook, voor jou. Het is... wacht even hoor, dat ik niet iets zeg. Het is wel in die stemming komen. Dat is wel waar, ja. En vooral als je in het veld tekent, hè, buiten... dan kun je namelijk niet gaan zitten en kijken... en dan tekenen en weer kijken, want dan is dat ding al lang weg. Dus je moet het uit je hoofd onthouden... Je ziet hem. Wam. Oh ja. En hij is alweer weg na een seconde. En dan probeer je dat beeld vast te houden tot je het getekend hebt. Dat valt niet mee hoor. In het begin is dat. Klopt er niks van natuurlijk. Maar ja, zoals ik ook wel eens gezegd heb: de duizendste is beter dan de eerste, hoop je dan maar. Houd moedig vol en misschien lukt het dan vandaag of morgen. Ja, en dat moet, hè, naar de natuur tekenen. Niet van plaatjes dat vind of ik van wel. Foto's. Waarom? Dat vind ik wel, ja. Ja, waarom, hè? Ik heb eens een Engelse tekenaar horen zeggen... in een interview... naar foto's tekenen, it's bad sport. En daar ben ik het geloof ik wel mee eens. Het moet een beetje moeilijk zijn... omdat dat vanzelf de spanning geeft... die de concentratie dan weer tevoorschijn roept. Misschien is het dat, hoor... Je stelt allemaal vragen waar ik voor het eerst over moet nadenken. Maar ja. Maar dus jezelf op scherp zetten. Dat is het. Ja. Ja, dat is het. En het kijken naar vogels. Je zei net, ik doe het in het veld. Althans, je doet het ook in dierentuinen. Maar ook in het veld. Dus echt met de kaplaarzen aan. Nee hoor. Nee? Oh nee. Ben je een vogelaar in die zin? Dat je met een... Tegenwoordig lopen ze met piepers. En worden ze meteen elektronisch gemaild. Als er... Nee, en dan krijgen ze een zendertje mee waar ze geen last van hebben. Ja. Mijn hemel zeg, ik was een keer in Spanje. Ja, de vogels. Maar ik bedoel de vogelaars. Die worden opgepiept als er ergens... Oh, bedoel je dat? Ja. Nee. Oh, ik zat meteen te denken aan die dingen belasten met hele sterk gekleurde ringen en chips en gedoe. Nee, daar ben ik helemaal niet voor. Maar ja, het schijnt te moeten. Waarom, mag God weten. Maar ja. Maar je bent niet een fanatieke vogelaar in die zin dat je... Ik ben fanatiek in de zin van dat ik ze graag wil zien... en graag zo goed mogelijk wil tekenen, eigenlijk. Maar niet dat ik per se alles hoef te weten ervan. Nee. Nee, en score je waarnemingen bijvoorbeeld, hè? Want het is geloof ik ook een onderdeel van de birdwatching sport. Ja. Het aantal bijhouden. Het is wel leuk om te weten... wanneer je de eerste gierzwaluw van het jaar zag. Hè? Die komen eind april terug. En het is echt een teken dat de lente lekker op gang komt.
En dat is natuurlijk wel leuk om... Oh, in 1991 heb ik hem op 28 april voor het eerst gezien. Maar ja, dat is zoiets als dat je een fotoalbum hebt met je familie. Ach, wat was Sander toen nog klein. En zo, dat... Het is dus niet om je kennis te vergroten. Je hebt een keer een lijstje gemaakt voor een krant. Ja? Die vroegen jou en Thomas Rapp, die toen... Ja, Thomas ook, ja. Dat is waar. Thomas heeft er nog een verzand bij. Ja. Wat onze lievelingsvogels waren. Ja. Ja, ja. Thomas had geloof ik een verzand bij omdat hij zo lekker was. Ja, dat was de laatste, ja. Ja, oh, en je had ze allemaal op nummer 1 gezet. Je had wel braaf een rijtje van 10 gemaakt, maar allemaal nummer 1 gezet. Ja, ik vond het onmogelijk om te kiezen welke nou de aller mooiste en beste was. Het leek me ook een beetje onbeleefd tegen die prachtige beesten. Maar ik had er dus maar 10 genomen die mij invielen. Die ik mooi vond. De spreeuw bijvoorbeeld. En ik heb geloof ik geschreven dat ik een keer... een uitvoering heb horen geven... waarin hij de solist en het achtergrondkoor deed. Allebei. Dat kan een spreeuw. Nou, ik was zo... gelukkig kun je zeggen dat ik dat meemaakte. Het was in het Amsterdamse bos, hoor. En dat, bijvoorbeeld. Ja. Of de gierzwaluwen, als ze pas zijn aangekomen... je hebt er al een tijd naar uitgekeken... dat beïnvloedt natuurlijk ook je appreciatie, hè? De verwachting die ingelost wordt. Ja, natuurlijk. Ja. En dan vind je ze weer zo prachtig. Ja. Dat zijn trouwens ook helemaal... beeldschone en merkwaardige dingen. Die slapen in de lucht, hè? En ze paren in de lucht. Maar toch, ook in dat rijtje en zeker in je werk... is er een... althans, ik meen het zo te moeten interpreteren... een voorkeur voor de gewone vogel. Voor mussen bijvoorbeeld. Mussen zijn misschien wel het talrijkste. Dat heeft ook een praktische kant, want die zie je tenminste veel. Tenminste, toen ik begon met mijn studie, zag je mussen erg veel. Die zijn nogal achteruit gegaan. Ja. Ik hoop dat ze zich een beetje herstellen, want het is toch een uitstekende vogel. Maar je zag ze toen veel. Gezondheid. Zag ze toen veel en... dan kan je ze goed als model gebruiken. Maar is dat de enige reden? Dat je zoveel ziet. Dat is één van de redenen. Je gaat niet iets wat je heel veel ziet, bijvoorbeeld auto's tekenen, alleen omdat je ze heel veel ziet. Ik teken nooit auto's trouwens. Nee, ik ben wel degelijk erg gesteld op mussen. Ja. Dat ook. Ik geloof dat het in hetzelfde lijstje waar je het net over had, ik geschreven heb. Een grote ligusterheg, een hoge ligusterheg, vol met mussen. En die zitten allemaal door elkaar heen te praten. Zoals wij in het café, heb ik erbij geschreven. Het heeft zoiets gezelligs, hè? Ja. En daar word je dan ook weer vrolijk van. Er zijn eigenlijk veel redenen op aarde om vrolijk te worden. Als je niet te ver kijkt. Want er zijn natuurlijk ook heel veel verschrikkelijke dingen. Maar zit er ook niet iets in? Je vraagt je in een van de boeken die je zelf hebt gepubliceerd, een studie in grijs, wat een verzameling van alleen maar vogeltekeningen is. Ja. Daar vraag je je op een gegeven moment af of je in de tropen ook zou tekenen, geloof ik. Of dat je daar ook vogels zou kijken. In ieder geval was het een suggestie van, als er te veel kleur aan zit, dan weet ik niet of ik het nog mooi vind. Dat was toen. Ik weet niet eens meer wanneer dat gepubliceerd is. Het is een tijd geleden dat ik het gemaakt heb. Ten eerste ben ik sinds die tijd veel meer in kleur gaan werken. En ten tweede ben ik sinds die tijd een paar keer in de tropen geweest. Ik weet nou dat dat geen klimaat voor mij is. Dus dat ik sowieso al zo gauw mogelijk daar weg zou zien te komen als ik er woonde. Maar die kleur is geen bezwaar meer, nee. Hmm. Nee. Je hebt trouwens die broed op fietsafstand van mijn huis. Een ijsvogel, wat toch eigenlijk heel fel blauw en fel oranje-rood. Dat is toch, zou je een tropische vogel kunnen noemen, hè? Ja. En die vind ik prachtig. Ja. Die is leuk om te tekenen ook. Ja.
Ja. Nou, dus, dat geldt niet meer, wou ik maar zeggen. Nee, precies. Dat heeft dus inderdaad gewoon met het werk te maken. En met de stijl van werken. En dat is niet een waardering van... ik meende er misschien iets te kunnen ontdekken van... doe maar niet te uitbundig. Iets Hollands. Ja. Ja. Het is wel zo dat ik, ook als ik in kleur ben, nogal gematigd ben. Ik zal nooit een uitbundige colorist worden. Dat zit niet in mijn talent, dus niet in mij. Daar heb je wel gelijk in, ja. Hmm. De mooiste vogel vind ik die... Ik heb ze natuurlijk bij lange na niet allemaal gezien die je getekend hebt. Want er zijn er verschrikkelijk veel. Maar de mooiste die ik gezien heb staat op bladzij 16 van een boek... wat in 1995 is uitgekomen. Peter Vos, tekenaar heet dat. Dat was ja, de gelegenheid van... Mooie je... korte titel, hè? Ja. Er is geen woord van geloof. Echt. Nee. Ter gelegenheid van je 60ste verjaardag was een grote overzichtstentoonstelling. En daar is dit boek bij verschenen. Op bladzij 16 staat... Een marabou. Ja. En daar staat onder voor Saïda. Dat is je vrouw? Mijn vrouw, ja. Bij wijze van schoonvader. Bij wijze van schoonvader. Ja. Ik vind namelijk dat hij op papa lijkt. Ja. Mijn vader had een lang, spits gezicht. Misschien door die ziekte nog vermagerd. En als hij dan heel enkele keer dat hij naar buiten ging... In een wagentje, hij kon niet meer lopen. Dan zat hij in die grote jas, want hij had het altijd koud. Daar stak dat spitse gezicht uit. En toen ik voor het eerst goed een marabou keek... Want als je tekent, moet je goed kijken. Toen dacht ik, ach, dat is net papa. En omdat hij er niet meer is... geef ik dan Saïda zo'n tekening en zeg... bij wijze van schoonvader, dat is mijn vader. Ja, want je zegt nu meteen al een heleboel dingen tegelijk over je vader. Om te beginnen dat hij er niet meer is. Hij is in 55 overleden, meen ik. Ja, dat heb je. En hij was de laatste paar jaar... Ik was 20 toen hij, ja. Ja, maar hij was de laatste paar jaar van zijn leven ziek en bedlegerig. Maar daar moeten we misschien niet mee beginnen, want... je vader is ook gewoon een leuke vader geweest... toen jij nog een veel kleiner mannetje was, of niet? Ja, wat was het voor vader? Ik heb hem eigenlijk nooit meegemaakt dat hij goed liep. Dus voetballen met zijn kinderen was al uitgesloten. Hij trok een beetje met zijn been al. Maar ik voel me zo een exponent van hem... Zo door hem opgevoed. Vooral de literaire kant, maar ook de beeldende kant. Hoewel hij dat niet... Hij kon niet tekenen. Dat ik ben hem eigenlijk steeds dankbaarder. Dat gaat zo, hè, in je leven. Je hebt eerst erg veel kritiek. En dan begin je te denken, vooral... als je zelf ook vader wordt, hoe moeilijk dat is. Een kind groot te brengen, een opvoeding. Nou had hij bovendien, want die aankondiging van dit gesprek begon... met dat ik in 1935 geboren ben. Hij zag wel degelijk, zo slim was hij wel... in de verte die donkere wolken hangen van een naderende oorlog. En dan heb je twee kleine kinderen die je op moet voeden... Vluchten kan niet. Nou ja, hij is bovendien nooit rijk geweest. Dus sowieso was dat geen mogelijkheid. Zoals zoveel mensen zat hij vast te kijken naar hoe dat over hem heen zou komen. Hmm. En dan met die kinderen heb je natuurlijk een extra... Je bent kwetsbaar buiten jezelf. Hmm. Dat merkte ik heel sterk toen Sander, mijn zoon... Ik heb één zoon, er was... Ik herinner me nu opeens, er komen golven herinneringen door dat soort dingen. Dat er waren die enorme luchtaanvallen op Duitsland, duizenden vliegtuigen. Die kwamen dan over en die route liep over Utrecht kennelijk. Want je hoorde de hele nacht die vliegtuigen in de lucht. En dan mochten wij, mijn broer en ik, we waren nog klein, geen eens 10 jaar... mochten op een kermisbedje in
in de slaapkamer van onze ouders slapen. En toen merkte ik, zo klein als je bent, merk je dat. Dit is iets waar mijn ouders mij niet tegen kunnen beschermen. Begrijp je? Zo dat grote onheil. En je merkt aan ze dat ze dat wel degelijk zouden willen, je beschermen. Desnoods met hun eigen leven, maar ze kunnen dat niet. En dat was natuurlijk enorm tragisch, voor hem ook. Ja. En voor jou een schokkende ontdekking als kind? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Tot dan toe was hij natuurlijk de grote guru geweest. Ja. Je zei net, hij was nooit rijk, hij was journalist. Nee. In Utrecht, werkte voor het Utrechts Nieuwsblad. Utrechtse Courant. Utrechtse Courant, ja. Ja. Nu heette het Utrechts Nieuwsblad, geloof ik. Bestaat de Utrechtse Courant ook nog? Nee. Dat was de Utrechtse Courant in ieder geval. Ik weet dat omdat er een hele mooie foto bestaat van mijn moeder in een prachtige bloemjurk met een hoedje op, tegen die gevel geleund en met grote letters staat er boven haar Utrechtse Courant. Heel leuk, ouderwets. Wat deed hij daar, je vader? Hij schreef. Een bureauredactie ook wel, denk ik. Maar hij was niet zo gek op werken, eigenlijk, papa. Ik weet het, omdat hij vertelde altijd dat hij het liefst handelsreiziger was geworden in zelfreizend bakmeel. Toen hoefde hij helemaal niks te doen, begrijp je? En het duurde een tijdje overigens voor ik dat snapte. Want hij lachte nooit om zijn eigen mopjes, dus ik wist niet of er nou een mopje werd verteld of niet. Een goed voorbeeld is, ja, ik dwaal een beetje af. Nee, dat geeft helemaal. Een goed voorbeeld is dat na de oorlog, de bevrijding, toen kwam er allerlei mensen die kwamen weer op bezoek die we een hele tijd niet gezien hadden. Oom Ot kwam uit Parijs, een Nederlandse man die in Parijs woonde, en die nam ons mee uit eten. Vlak na de oorlog, stel je voor. Het was de eerste keer dat Paul en ik mee mochten. Ja. Paul is mijn broer. Ja. Mee mochten in buiten de deur eten, waar een ober je eten kwam brengen en dit en dat. Ja. En we aten kip. En toen zei papa, toen nam hij een hapje en zei, dit is nog een echte vooroorlogse kip. En omdat wij de hele oorlog lang aan ons hoofd gezeurd waren van voor de oorlog was het dit, voor de oorlog was het dat. Dus alles was geweldig. Dus ik dacht, ja, hij vindt die kip fantastisch. Hij bedoelt gewoon, het is een oude kip. Maar hij lachte nooit. Ik geloof dat ik dat pas 20 jaar later begrepen heb. Dan valt je dat ineens in, hè? Ja. Ik moet even onderbreken voor verkeersinformatie. Met de volgende files in de regio Utrecht. Op de A2 richting Utrecht tussen Knopendijl en Beest nog 4 kilometer. Dat is een nasleep van een aanrijding. In het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Waalre 3 kilometer. Een stuk verderop voor Maastricht nog eens een keer 6 kilometer. A16 Rotterdam in de richting Breda voor het knooppunt Zonzeel 3 kilometer. En verderop richting Antwerpen. Een lange file in Antwerpen op de E19. Daar staat tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor een lange file van 13 kilometer. En dat komt door een aanrijding. Ik ben terug bij de VPRO, bij het Marathon Interview. We spreken vanochtend 3 uur lang met Peter Vos, tekenaar. Het is in de inleiding gezegd, hij werd op 15 september 1935 geboren in Utrecht. En daar waren we ook in het verhaal, want we hadden het over je vader. Ja. Je vader die, wat ook gezegd is daar straks en wat je net al in veel antwoorden bevestigd hebt, belangrijk voor je was. Je zei vooral ook cultureel opzicht en in moreel opzicht. Wat was er om te beginnen in het leven van je vader dat de cultuur zo belangrijk maakte? Wat deed hij daar? Hij is ook uitgever geweest een tijdje? Of? Hij is een tijdje uitgever geweest, ja. Van de Gemeenschap, katholieke uitgeverij De Gemeenschap, die een tijdschrift en een uitgeverij hadden. En dat was niet mis wat die uitgaven. Bijvoorbeeld essays van Menno ter Braak over film zijn er ook uitgegeven. Veel gedichtenbundels. Maar dat was geen vetpot, hoor. Papa zei heel somber. Hij was vaak somber en cynisch. Alleen het middelmatige verkoopt. Naar aanleiding van boeken was dat dus. Hè? Alleen het middelmatige verkoopt. Het hele goede verkoopt niet en het hele slechte verkoopt niet.
En ik geloof niet dat hij wat dat betreft gelijk had, maar misschien was dat zijn ervaring. Hmm. Dus dat was allemaal nogal teleurstellend. Wat vond hij goed? Wat vond hij goed, ja. Kast vol. Oei, oei, oei. Nou, hij was nogal gesteld op... Sommige reputaties verbleken bijna onmiddellijk na de dood van iemand. Hè. Hij was nogal gesteld op Anton van Duinkerke. Wat ook een vriend van hem was. Daar kom ik zo wel op. Jozef Rood... Ja. Vond hij prachtig, dat was trouwens ook. Die kende hij ook, een vriend van. Marsman vond hij heel mooi. Boe. Ja, verder veel fans. Hij las ontzettend veel fans. Hij komt namelijk... Zie je, je gaat toch in de tegenwoordige tijd praten. Zo iemand is natuurlijk niet dood, hè? Bon, hij komt uit Maastricht... En daar was Frans de tweede taal. Als je je haar liet knippen, dan ging je naar Luik. Begrijp je? Dat was deftig. Dus hij las erg veel Frans. Dat was bijna alsof hij zijn moedertaal las. Ja. En hoe kwam dat in jullie hoofd terecht? Ik weet niet of het ook voor je broer gold. Hij praatte zoveel en wij luisterden graag. En ik kon geen groter plezier doen dan met een mooi cijfer voor Frans thuis te komen. Nou ja... Dat is ook gelukt. Ik heb nota bene, zeg. Maar ik hoefde alleen te vertalen. Voor mijn eindexamen had ik 10 voor Frans. Dat is toch niet te geloven. Als ik dat van hieruit bekijk, denk ik, wat een raar kereltje, zeg. Maar ja, in ieder geval. Papa was daar natuurlijk erg blij mee. En hij had niet zoveel mazzeltjes in zijn leven. Dus vind ik dat achteraf toch nog leuk dat ik hem dat bezorgd heb. Huh. Maar ja. Je hebt hem afgezien van die prachtige tekening waar we net over begonnen als Marabou. Ja. Op de pagina daarnaast in dat boek Peter Vos tekenaar staat een portret. Gewoon een portret van ja, hem. Dat is echt een portret waar hij voor geposeerd heeft. Hij zat namelijk, als hij mocht zitten, dan droegen wij hem naar een stoel voor het raam. Want wat gebeurde er met hem? Wat voor ziekte trof hij? Ja, hij was er een beetje trots op. Hij kon zijn ziekte in het Latijn voordragen. Meningitis cerebrospinalis epidemica. Dat had hij opgelopen in de Eerste Wereldoorlog. Toen was hij onder de wapenen geroepen, hoewel wij neutraal waren. En in die kazernes schijnt zo'n vreselijke slechte hygiëne... gebrek aan hygiëne geheerst te hebben... dat er braken dan epidemieën uit. Nekkramp. En papa vertelt dan, ja, het is ook zo. Verhalen vertellen, al die verhalen komen ineens weer boven. Hij lag op een zaal met die meningitis en, nou ja, op het randje van de dood. En van die hele zaal bleef alleen hij in leven. En een man naast hem die er ook nog een delirium bij had. Ja, volgens papa. En, maar hij... Hij bleef in leven. Hij mocht zich alleen niet scheren, zodat hij een prachtige baard had. Dat weet ik, omdat een van zijn jeugdvrienden, de schilder Harry Jonas uit Maastricht... heeft toen een prachtig portret van hem geschilderd, met baard. Ja, ja. Wanneer was dat? 1917. Nee, ik zie ineens dat schilderij voor me met die ondertekening. En papa is 9 jaar ouder dan de eeuw. Dan die eeuw, dus... Toen was hij 26. Ja. Ja. En die ziekte kwam later terug? Of? Oh ja, daar hadden we het over. Ja, die ziekte kwam ineens weer opzetten. Toen begon hij moeilijker te lopen. En ja, die verlamming trad in. En, heeft hij jaren op bed moeten liggen? Nog? Hij heeft jaren op bed moeten liggen, ja. Dat is natuurlijk geen vrolijk leven. Nee. Want je komt niemand meer tegen van al die vrienden waar je zo van hield. Dus die vergeten je. Er komt niemand meer langs, begrijp je? Dan zit je... Je ligt op bed en je bent opgesloten met 2 jongens in de puberteit. Nou, dat is niet vrolijk, hoor. Nee, want dat moeten we er dan even bij uitleggen. Je moeder was al overleden. Mijn moeder was overleden toen ik 15 was. Ja. Ja. Jemel. Ja. Maar ik moet zeggen dat ondanks al dat cynisme en dat ongeluk... Al die dood, ja. Al die dood. Hij een soort... levenslust wist in te planten. En in ieder geval
een liefde voor literatuur. Waarschijnlijk dat je in die boeken, dat wordt dan escapisme genoemd, waarom maar God weet, dat je daar allerlei levens erbij kunt verzamelen. En vooral poëzie, dat heb ik toch duidelijk van hem. Dat heeft hij duidelijk weten te maken. Heb je tekenen eigenlijk ook van hem? Het vreemde is dat ik niet weet waar dat vandaan komt. Volgens papa, ik heb geen van mijn grootouders gekend. Dat is wel jammer. Maar volgens papa was zijn vader, schilderde linkshandig met melk, zegt papa. Maar ik denk dat hij bedoelde dat hij caseïne-tempera gebruikte. Tuurlijk, wat is dat? Nou, weet je wat? Zodra als ik het weet, kom ik het je vertellen. Maar in ieder geval, dat is een tempera-soort. Rembrandt gebruikte dat als onderschildering. Dat is op een andere basis dan olie. Namelijk caseïne, en het schijnt een melkproduct te zijn. Oh mijn god. Nou ja, in ieder geval. Hij speelde viool en hij schilderde met melk. En misschien heb ik het daarvan. Ja. Maar papa had er absoluut geen talent in. Maar hij heeft jou wel enorm gestimuleerd, altijd. Absoluut, absoluut. Daarom, hij zei ook, kan jij nou maar tekenen, ja. Dat kan je tenminste een beetje. Ja. En ook een beroemde uitspraak van hem was: zorg nou maar eerst dat je goed leert tekenen, en dan komt de rest vanzelf wel. Wat hij met de rest bedoelde, dat moet ik nu nog uitvinden. Niet enorme kapitalen, maar ja, daar heb ik ook nauwelijks behoefte aan, hoor. Ja. Maar ik vind wel, het is het backbone, het skelet van mijn leven bijna, dat talent. Dat geeft me zekerheid en daar kan ik altijd in vluchten. En ik ben wel erg blij dat ik dat heb. Ik kan dat rustig zeggen, want ik kan er toch niks aan doen. Je krijgt zoiets. En hij zag dat talent. Hij zag dat. Ja. Hij zag dat. Ik vond soms dat hij te veel over mij opschepte. Waar ik bij zat tegen vrienden en zo. En ik geneerde me kapot, joh. Maar ja, je moet iets hebben om over op te scheppen, hè, bedenk ik nu later. Maar hij kon je geen les geven, want hij kon zelf niet tekenen. Hij kon wel kritiek geven op tekeningen natuurlijk, dat kan iedereen. Kunst is een van de weinige dingen waar iedereen verstand van heeft. En iedereen dan ook zijn zegje over zegt. Voetballen. Nou, er zijn een paar mensen die er geen verstand van hebben. Maar ik heb absoluut geen verstand van voetbal. Maar ja, de buitenspelval. Die zet ik wel eens open. Ja. Nou, ik heb veel op straat gevoetbald. Maar we dwalen af, jongen. Ja, nu doe daar wel. Wacht even, waar waren we? Oh ja. Dat je vader je niet kon leren tekenen. Ja. Nee, hij gaf dan wel kritiek op die tekeningen, maar daar had ik weinig aan. Maar in ieder geval altijd erg gestimuleerd. En toen zei hij, je moet maar naar de beste school van Nederland. En dat was de school waar zijn vrienden op gezeten hadden. Charles Eyck, Harry Jonas, die Limburgse schilders. En dat was de Academie in Amsterdam. Dus ja, ja, er komt nu iemand binnen, maar daar hoeven we verder niet daar op ben te letten. Daar ben ik toen heen gegaan. Dank je. Daar ben ik toen heen gegaan en je moest toelatingsexamen doen. Misschien moet dat nog, hoor. En er zijn dan, weet ik wat, 100 kandidaten. En dan worden er 7 aangenomen. Dus ik dacht, oh nee, dat lukt nooit. Maar papa heeft geen moment getwijfeld aan dat ik aangenomen zou worden. En ik werd nog aangenomen ook, zeg. Ja, ik vind het nog steeds vreemd. Maar wie had er gelijk? Ik bedoel, was jij papa had gelijk. Ja. Want er waren al dingen van je gepubliceerd. Je had op voor je 12e al een tekenwedstrijd gewonnen van Bakkerij Hugo. Ja, van 12. Dat, ja. God, dat je dat weet allemaal. Ja, Lubro. Lubro is een afkorting van Luxebrood, zoals je misschien begrijpt. Oh, dat was een Utrechtse bakkerij. En die schreef een tekenwedstrijd uit. En dan heb ik de eerste prijs gewonnen. Zeg. Categorie tot 12 jaar. Wat had je getekend? Dat weet ik niet meer. Het was wel voor mijn doen een enorm vel van iets van 40 centimeter. En dat had ik helemaal vol. Dat weet ik nog wel. Wat stond erop? Mensen die Lubro-brood eten. Volgens mij. Ja, mijn god, je moet je opdrachtgever een beetje slijmen. Wat? Maar ja, nee, dat weet ik niet meer. Hmm.
Maar waren er voor die academie nog anderen die meer invloed op je tekenen hebben gehad? Leraren? Of was dat eigenlijk thuis en zelf doen? En... Ja. Ja, het meeste. De verhalen van papa, die illustreerde ik dan. Welke verhalen? Oh, wat hij zo en al vertelde. Vertelde hij over de heilige Franciscus. Wij zijn katholiek natuurlijk. En dan teken ik Franciscus, die preekte voor de vogels. Dat is een prachtig onderwerp trouwens. Giotto heeft er geen slecht schilderij van gemaakt, hè. En zo dat soort dingen. Maar hij zat te vertellen en jij zat daarbij te tekenen? Of? Ja, of later. Ik weet het niet zo goed meer. Er is één herinnering. Dat slaat een beetje hierop. We gaan een beetje van de hak op de tak, hè. Ik moest een keer een illustratie maken. Namelijk de oude schoenen van Koos van Zomeren. Dat lijkt of het nergens op slaat. Maar hij had een stukje geschreven... Afscheid van mijn bergschoenen. En dan zou het leuk zijn als ik daar die oude bergschoenen tekende. Hmm. Nou oké, geef ze maar hier. Ze waren op de uitgeverij, de Arbeiderspers. En er was nergens ruimte. Alle stoelen liggen altijd vol met boeken. De tafels liggen vol met boeken. Dus ik dacht, weet je wat, ik zet die schoenen op de grond. En ik ga er op mijn buik voor liggen en ik maak er een ding. En toen lag ik daar die schoenen te tekenen. Toen werd ik zo ongelooflijk gelukkig. Werkelijk een Proustiaanse beleving van geluk. En ik kan alleen maar reconstrueren dat ik vroeger veel op mijn... Ik lag altijd op mijn buik te tekenen, zei papa. Hm? Dat ik erg gelukkig moet geweest zijn. In ieder geval bij tijden. Ja, wat leuk is dat, hè? Gelukkig als je tekende. Ook... gelukkig als kind thuis, want ik las ook ergens... je zegt wat goed dat je dat weet van Lubro... maar dat is helemaal niet zo moeilijk... want er is veel over je te vinden als je gaat zoeken. Maar ik las ook ergens over je dat je veel op straat speelde... omdat de wereld van volwassenen onveilig was. Nou, dat is wel zo. Wij waren altijd op straat, er was nog geen verkeer. En dan was je tenminste veilig in de zin van... je wist precies de wetten onder kinderen... Weet je wat de wetten zijn, je weet wie de sterkste is, voor wie je op moet passen. Maar volwassenen zijn onberekenbaar. Vond ik tenminste. Oh. Je had altijd kans dat je iets aan het doen was wat niet mocht. Of wat. Begrijp je, in die zin. Ja. Wat voor rol speelde je moeder daarin, in die onberekenbaarheid? Want die was. Mijn moeder was nogal een sombere vrouw. Hoewel ze heel mooi kon lachen. En prachtig zingen. Onder het afwassen heb ik veel liedjes geleerd. Ze had een hele mooie stem. Ze kon dus erg mooi lachen en vrolijk zijn. Maar ze had een sombere ondertoon. Die ik soms in mezelf ook voel, ja. Maar was dat iets wat je... En... Ja. Ja, ik denk dat ik bang was om haar droevig te maken. Dus zodoende, ja. Mijn hemel, wat moet je ineens nadenken over? Maar dat maakt je ook enorm onzeker. Bovendien, ze stierf toen je 15 was. Ja. Ze kreeg borstkanker. Ze heeft heel lang ook ziek gelegen, hè. Ja. Ze is eigenlijk, ik heb haar ook nooit gezond meegemaakt. Dus ja... Twee van die sterke, flinke ouders. Dat ken ik alleen uit boeken. Ja. Van die sterke, flinke boeken. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan op straat gaat spelen. Dat wou ik maar zeggen. Ja, ja, oh, zeker. Ja, maar iedereen was altijd op straat. Mm. Oh, tenminste, ja. Nou, er waren altijd kinderen waar je mee kon voetballen op het pleintje achter en zo. Of we liepen ook enorme enden. Ik kreeg pas een fiets toen ik geloof 14 was of 15 of zo. Nou ja, dan liep je maar. Want ja, als je alle tijd hebt, dan heb je ook niet zoveel haast. Dus gingen we bijvoorbeeld, iemand wist een plek waar je zo goed salamanders kon vangen. Van die grote met die gele buiken. Dat was wel in Den Dolder.
bij een gebombardeerd huis. Nou, daar liepen we dan heen en terug met een wekpotje met je vangst erin. Dat is een behoorlijk in het lopen, hoor. Maar ja, dat merkte je niet. Ja. Want die liefde voor de natuur en de vogels, die was er toen ook al? Voor vogels niet speciaal, maar voor veel... Oh, ik moet hier even een compliment geven aan Jacques P. Thijssen en de Verkade-albums. Dat is ook een gedeelte van mijn opvoeding. Je bent de eerste niet, maar het is nooit genoeg. Nee, dat vind ik wel. Ten eerste is Thijssen een ontzettend leuke stylist... in de zin van dat hij mensen enthousiast weet te maken. Mm. Het is de Thomas Rapp waar we het net over hadden, uitgever Thomas... heeft een boekje met opstelden van Jacques P. Thijssen bijvoorbeeld uitgegeven. Nou, daar lees ik met zoveel plezier in. Dan beschrijft hij een dag die hij doorbrengt en wat hij allemaal gezien heeft. Eigenhandige tekeningetjes die een beetje knullig zijn, dat wel hoor. Maar ja, dat deed hij toch ook maar zelf. Hmm. En, dat las je ook als kind? Die Verkade-album, zeker. Ja. No. Ja. En met die mooie plaatjes, die vond ze prachtig. Ik vind het nog steeds hoor. En het grappige is, van oude illustraties... is dat je kijkt ernaar en je weet... er komt weer een beetje associatief die tijd... waarin je er voor het eerst naar keek. Die komt om je heen hangen, als het ware. Hè? Ik zie ineens weer een plaat van mussen voor me. Ja, mussen, notabene. Een aquarelletje, zo in een Verkade-album... En ik hoor mijn moeder nog zeggen, zijn dat mussen? Nee, die zijn toch lang zo mooi niet? Heel grappig, dat onthoud je, want ze lijken uitstekend. Ze zijn helemaal niet geflatteerd. Maar waarschijnlijk omdat ze dat op dat plaatje zag... en ze in het echt nooit zo goed bekeken had. Hm. Opvoedende waarde van de plaatjes. Hè? Ja. Dus daarvan kreeg ik die belangstelling al... En natuurlijk, later, ja, dan nemen we een enorme sprong op de academie. Gingen wij, de Academie van Beeldende Kunsten, te Amsterdam. Gingen wij 2 weken per jaar aan een stuk door in Artes werken. In de klas van Reuling. Van, professor Reuling, de vader van Marten Reuling. De vader van Marten, ja. Ik was gek op die man. Hij was een hele goede pedagoog. En het is... Het is niet eenvoudig hoor, om beginnende van die jonge veulens les te geven in tekenen. Want het is mij een paar keer aangeboden, maar ik heb het nooit gedurfd. De lesgeven, hij kon het uitstekend. Hij had 2 klassen, zeg. Dat is samen toch ongeveer 20 van die jonge lui. En ja, dan was hij heel entamerend. Op de een of andere manier ben ik toen verslingerd geraakt aan Artis. Ja. Dus dat komt mede door hem. Leuk, hè? We zijn alweer... het gaat al naar het eind van het eerste uur toe. Ik wil graag zo meteen in het tweede uur verder over de academietijd. En, zeg maar het leven na Utrecht. Ik wou nog heel even in Utrecht blijven. De derde persoon uit jullie gezin... die een paar keer genoemd is, je broer Paul. Ja, het is. Ik kom daar later nog op terug, misschien. Maar ook dood. En ook al snel. Hij is maar 33 geworden. Ja. Ja. Het rare is in dit prachtige grote boek. Waar ook veel over jou ingeschreven wordt. Daar staat 1 tekening van je broer Paul in. En 1 zinnetje over hem. Waarin staat dat jullie niet zoveel gemeenschappelijks hadden. Is dat is ook? Waar. Ja, dat is waar. Ik kan al. Onmogelijk over gaan omheen draaien. We zaten wel erg dicht op elkaar geplakt in zo'n gezin. Daar ben je op elkaar aangewezen. Maar gemeenschappelijk hadden we niet veel, nee. Jullie speelden niet samen, bijvoorbeeld? Nee, niet zoveel. Zoals ik je zei, we waren altijd op straat. En als we thuis waren, dan zaten we te lezen of zo. Hmm. Kinderen lazen enorm, bij gebrek aan televisie waarschijnlijk. Hmm. Maar nee, dat is waar wat je zegt. God, dat had maar 1 zinnetje in staan. En dan ook nog dat jullie niet veel gemeenschap hebben. Ja. Vreemd, hè? Ja. Hoe is hij gestorven?
Je zegt hij is maar 33 geworden. Ja. Wat een eind zo'n... hartaanval. Zo. Ja. Merkwaardig. Ja. Hij was er altijd zo bang voor, namelijk. Wij sliepen wel bij een kamer, want ja... Geen rijke mensen, dus die jongens één slaapkamer. En soms midden in de nacht zei hij... Peter, kom eens luisteren. Mijn hart doet het niet meer. En ik slaap dronken uit mijn bed, leg mijn oor op zijn borst. Ah, jawel joh, ze doet het nog best hoor. En dan ging ik weer in bad. Maar hij was ontzettend angstig. Ja. Maar in die zin had hij waarschijnlijk gelijk. Want dat ding deed het ook niet zo best, dat hart van hem. Nee. Ja, vreemd, hè? Ja, je weet natuurlijk niet wat de kip of het ei is. Nee, natuurlijk niet. Maar... Godzijdank ben ik geen dokter. Nee. Dat lijkt me een vreselijk leven. Ja. Maar ja. Maar dat was in 10 jaar. Je was 15 toen je moeder stierf. Je was 20 toen je vader stierf. 25 toen. In 10 jaar was je iedereen kwijt. Nee, ik was iets ouder, hoor. Hij was net oom geworden. Hmm. Oh, je was al vader toen? Ja. Ik was al vader, ja. Ja. Vreemd is dat Paul nog meer dan ik had dat vossengezicht van papa. En toen Sander, mijn kleine zoontje, uit dat bolle kindergezicht zijn volwassen gezicht begon te groeien, toen herkende ik ineens dat vossengezicht, zeg. Dat was roerend. Dat is nou onsterfelijkheid, hè, namelijk. Er hangt een prachtige schilderij van je zoon bij je thuis, zag ik van de week. Ja, van Theo Dame. Beeldschoonportret, lijkt ook heel goed. En daar zie je dat lange gezicht, hè? Ja. Wat ook een beetje die marabou, een jonge marabou dan. Maar leuk is dat. Ja. We zijn zo'n beetje aan het eind van het eerste uur. Ga zo meteen verder. Ja. Ik zie er naar uit. Mensen moeten zich even verpozen met de reclame. Nou, maak je uit de voeten, luisteraars. Tot zo. U luistert naar de VPRO. Dit is het marathoninterview. Chris Keijne in gesprek met Peter Vos. In het eerste uur ging het over tekenen. Over tekenen en over tekenen. En uiteraard ging het ook over vogels en over zijn ouders. We gaan er even uit voor de ster, voor het nieuws en de ster. En dan zijn we bij u terug. Tot zo. Goedemorgen. Dit is de VPRO. Dit is het tweede uur van het marathoninterview. Chris Keijne in gesprek met tekenaar Peter Vos. We hadden verwachtingen gewekt. Wat mij betreft worden die tot nu toe ingelost. De tekenaar wordt nogal eens verward met die andere tekenaar, Peter van Straten. Over vogels ging het, natuurlijk. Hij hoorde vanochtend als eerste een houtduif en toen een hegmus. Maar ja, de tijd van zingende lijsters en merels is jammer genoeg alweer voorbij. Waarom die vogels? Altijd weer die vraag. Het antwoord, omdat ze vliegen. Hoewel, muggen vliegen ook. Hij wordt er vrolijk van een meisje, van een winterkoninkje. Een gierzwaluw die in de lucht slaapt, die levenslust. Ontbeert hij zelf die levenslust? Ach, toegegeven, hij heeft nogal eens boze buien. Maar dat moet ook weer niet overdreven worden. Als je buiten zit en je ziet zo'n vogeltje, dan moet je het beeld in je hoofd vasthouden. Het is een bad spot, want ze blijven niet zitten tot de tekening af is. Jezelf op scherp zetten, dat is het. Dick Hellenius kwam voorbij. Thomas Rapp, Koos van Zomeren, Jacques P. Thijssen. Een ligusterhaag met pratende mussen is gezellig. Een ijsvogel met bonte kleuren is prachtig, bijna tropisch. Een marabou lijkt op zijn vader, ach, net papa. Journalist bij de Utrechtse Courant. Niet zo'n harde werker trouwens, lachte nooit. Vooral niet om zijn eigen grappen. Overleed in 1955 toen Peter Vos pas 20 was. Zijn moeder was toen al 5 jaar dood. Hij is hem steeds meer gaan waarderen, papa. Die overigens niet kon tekenen. De oorlog, natuurlijk. Hij was een klein kind en bewonderde zijn ouders. Maar het eerste scherfje brak, want je wist dat zelfs papa en mama je niet konden beschermen tegen die overjagende vliegtuigen. Een 10 voor Frans, daar waren ze thuis zeer blij mee.
Liefde voor poëzie en literatuur heeft hij ook van papa. Zorg maar dat je eerst goed leert tekenen. Dan volgt de rest vanzelf. Het tekentalent is zijn backbone. Daar kan hij altijd op terugvallen. En de Sint Maartensvogel, meneer Vos, de Sint Maartensvogel is waarschijnlijk gewoon een blauwe kiekendief. Hoewel, een bonte kraai zou het ook kunnen zijn. Een Proustiaanse beleving van geluk, dat kent hij wel. Voor alles hij tekent. Dit is de VPRO, het marathoninterview. Chris Keijne in gesprek met tekenaar Peter Vos. Ja, nog even over die Sint Maartensvogel. Ja. Want je noemde hem helemaal aan het begin, omdat hij voorkomt in de Reinaard. In de Reinaard. Ja. Er worden zelfs nog meer mogelijkheden geopperd, want er hebben een aantal luisteraars gereageerd. Onzin, hoor. Ja, even kijken hoe dat is mevrouw Prins. Die komt erbij. Dan weet je even wie je beledigt. Ja, nou, ja, natuurlijk. Die zegt dat zo in de Dikke Van Dalen staat. Nee, de Bonte Kraai, dat staat in de Dikke Van Dalen. Ah. Ze denkt de Blauwe Kiekendief, wordt verder. Maar wat aannemelijker is, is de gans. Omdat Sint Maarten de patroon van de ganzen is. En is dat zo leuk? Omdat zijn feest in oktober wordt gevierd en omdat de ganzen dan trekken en omdat er dan gans gegeten wordt. Dat lijkt leuk. Dat lijkt me plausibel, of niet? Ja, ik vind het heerlijk om dat soort kleine weetjes, waar je eigenlijk verder weinig mee kan doen, alleen dat het je vrolijk maakt. De dikke Van Dalen kwam ter sprake. Ik denk dat ik een keer of drie per dag minstens naar de boekenkast loop en iets opzoek in die Dikke Van Dalen. En dan weet ik iets wat ik nog niet wist. Ik spring van de hak op de tak, maar over dat weten, hè? Nou, we hebben het toch over vogels, dus. Precies. Wat leuk. Heel goed van je. Mijn vader had een vriend, een prachtige drukker, een meesterdrukker, Charles Niepels, uit Maastricht. En die maakte boeken. Nou, niet te geloven van een schoonheid, niet gewoon meer. De sonnetten van Helene zie ik ineens meer voor me. Les sonnets van Helene. Van Ronsard, weet je wel. Maar die had een drukkersmotto. Dat hebben die drukkers dan. On se lasse de tout, excepté de connaître. Vertaal. Je wordt moe van alles, gaandeweg je leven, behalve van het verzamelen van kennis. Connaître, inzicht krijgen in dingen. En dat gebeurt zelfs op zo'n kleine schaal dat wat is eigenlijk een beetwortel, dat zoek je op in Van Dalen, dan weet je dat. Ja, als ik thuis ben, moet ik dat opzoeken, want dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dan ben je, dat geeft een klein soort bevrediging die op een heel kort geluksmomentje lijkt. En dat is toch leuk, hè? Ja. Dus die man die dat drukkersmotto geschreven heeft, ik denk dat het van Montaigne is, maar ik weet het niet zeker, die had gelijk. Ja. Ik wil terug naar tekenen. En de kennis die je daarover opdeed. Je noemde het zelf in het eerste uur al. Je ging op aandringen van je vader en hij was ervan overtuigd dat je aangenomen wordt. Kreeg daar gelijk in. Ja, naar de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Een klassieke, degelijke 19e-eeuwse opleiding, heb je daar altijd over gezegd. Waar bestond die uit? Dat was 's morgens van 9 tot 12, 's middags van 1 tot 4 en 's avonds van 7 tot 9 tekenen. 2 jaar lang. Dat is dus, zijn de tekenklassen. Want, zoals in de ouderwetse vak wordt gezegd, tekenen is de grondslag van alle beeldende kunsten. En dat moet je dus eerst goed onder de knie krijgen. En dat weet je dus, even kijken, van 9 tot 12, 8 uur tekenen per dag, zeg. Asje me nu. En dat was modeltekenen? Modeltekenen, ja. En af en toe, hoe heet dat? Gekleed model. En dus 2 weken artist tekenen. En heel af en toe stil leven. Maar meestal was het modeltekenen. De menselijke figuur was ook het centrum van. Het is echt een hele ouderwetse opleiding, hoor. En ik ben er zo blij mee. Waarom? Kijk, mijn soort talent heeft dat nodig. Ik teken of illustratie of vrije kunst. En dat moet allemaal uit mijn hoofd. Ik moest laatst van mezelf een man tekenen, een jongetje tekenen, wat ruggelings door de lucht naar beneden valt
en onderweg in een patrijs veranderd. Daar komen we zo op. Ja. Ja, je denkt, mijn hemel, mens, wat jij hier niet aan had. Maar ja, dat wou ik nou eenmaal. Dus moet je figuur zo beheersen dat je dat uit je hoofd kan. Hoe houdt iemand zijn handen? Hoe zijn die benen in het verkort? En dan ben ik weer zo blij dat ik op zo'n keurige school heb gezeten, waar ik echt het vak heb geleerd, in plaats van kunst. Want dat werd in de inleiding daar straks bij het eerste uur al aangehaald. Dat bon mot van professor Reuling, waar je modeltekenen van kreeg. Nee, was het modeltekenen? Ja, dat begint... Die kon wel eens een leerling bestraffend toespreken met de woorden... Nou ja, dat begint op kunst te lijken wat u hier doet. Dat doet u thuis maar, daar bent u hier niet voor. Wat deed iemand dan verkeerd als het op kunst begon te lijken? Ik denk dat het een beetje moderner uitzag uit onhandigheid. Wat je ook vaak bij de kunst tegenwoordig ziet. Musea hangen er vol mee. Maar ja, we zouden het niet over kunst hebben. Hè? Jawel. Oh, wel? Vind je dat een onderwerp? Wat? Er is een uitspraak van de Belgische beeldhouwer Jespers. En die zegt, je kunt wel 3 uur in het café over kunst zitten te praten, maar dan heb je nog een beeld gemaakt. dat is natuurlijk uitstekend. Ja. Ten meer hebben we vanochtend inderdaad 3 uur gaan zitten praten. Maar goed. Ja. Dat had ik in mijn achterhoofd. Ja, nou, in de cafés wordt veel met de mond geschilderd. Zullen we maar zeggen. je noemde net die tekening van een jongen die ruggelings valt en in een patrijs verandert. Ja. Laten we daarop doorgaan, want het is de vogels hebben we het vorige uur over gehad. Ja. Een van je andere grote thema's is de metamorfose. En dan niet in de laatste plaats die van mens in vogel. Ja. Nou, op de middelbare school al, ik heb gymnasium gevolgd in Utrecht, vond ik Ovidius, dat was echt mijn lievelingsdichter. Die zwingde als de takken, joh. Die hexameters, hij kan ze zo lekker... Hij schrijft zelf ook in zijn les. Ovidius, hè? Hou even vast. De neus. Ovidius Naso, heette die. Hij schrijft zelf ook in zijn levensbeschrijving... alles wat ik probeerde te schrijven werd vanzelf een vers. En dat kan je voorstellen. Afijn. Zijn belangrijkste boek, voor mij het belangrijkste boek in ieder geval, heet de Metamorfosen. En dat zijn de Griekse mythen waarin mensen veranderen voor straf of ter beloning in bomen, rotsen, rivier, bron. Maar ook in zoogdieren, waar ik nou niet zo gek op ben, in leeuwen en linksen. Bee, wie gaat die nou tekenen? Maar ook in vogels. En daar nader ik. En ik heb dus dat hele boek afgeflooid. Zoveel mogelijk metamorfose opgetekend van mens in vogel. En die ben ik nu netjes aan het tekenen, ja. Ik ben er al, half jaar mee bezig. En het zal wel enige tijd duren. Je bent nu bezig met de letterlijke tekeningen bij Ovidius, maar je bent je hele leven al bezig met dat thema, de metamorfose. Ja, omdat, zoals ik je zei, ik op het gymnasium al daarin geïnteresseerd was. Misschien zelfs eerder. Wij hadden... Komen nou ook mensen... La Fontaine, hè? Die beroemde Franse moralist, fabeldichter... ik zit even te denken. Ik blader dat boek door in gedachten. Dat was geïllustreerd door Doré. Dus het kost enige moeite om dat zelfs in gedachten door te bladeren. Want dat werden altijd reuze boeken, zeg. Zo, en dan mochten wij dan in kijken. Als papa eerst gezien had dat we schone handen hadden. Papa, mag ik in het grote boek kijken? Ja, laat eerst je handen eens zien. En dan krijg je zelf respect voor boeken. Hè? Ik vond het wel slim van die ouwe. Nou, afijn. Ik heb daar uren in zitten kijken. In Doré. En dat is een opvoeder van illustratoren. Hè? Daar ben ik illustrator geworden. Tijdens dat kijken naar die dingen van Doré. En die had ook af en toe van dat soort vreemde gebeurtenissen. Maar Ovidius is beter nog.
voor mijn doel is Ovidius beter dan La Fontaine. Hoeveel respect ik ook voor La Fontaine heb natuurlijk. Ja. Hè? En je zei net iets tussen neus en lippen over de metamorfose bij Ovidius als straf of als beloning. Wat is het? Het vreemde is dat een meneer, een koning zelfs, die heeft zijn schoonzuster verkracht en haar tong uitgesneden, zodat ze het niet verder kan vertellen. Zij weeft dat hele verhaal, geloof ik, wacht even, in een kleed om het aan haar zuster mede te delen. Haar zuster, om die man te straffen, geeft hem dan zijn gebakken zoontje als middagmaal. Ja, het is werkelijk hoor. Het gaat onderuit de zak. En dan worden in de goden Philomela, de verkrachte, in een nachtgaal veranderd. Procne, de vrouw, in een zwaluw. En Terhuis, die boef die dat allemaal gedaan heeft, wordt in een hop veranderd. Ik heb hem hier voor me op pagina 51 van het prachtige boek. Ja, dat lijkt me nou niet bepaald een straf. Nee. Terwijl twee mensen die hun hele leven prachtig getrouwd zijn geweest, van elkaar gehouden, die worden in bomen veranderd. Omdat ze de goden zo goed ontvangen hebben. En dan staat er dat voor de schors over hun lippen groeit, zeggen ze elkaar nog voor het laatst gedag. En dat is een beloning. Ik vind het een beetje vreemd. Maar ja. Maar is dat ook iets wat jouw enthousiasme voor dat thema zou kunnen verklaren? Ik heb ergens iets gelezen, ik weet niet meer of het een citaat was of iets wat iemand over je zei, maar ja. Metamorfose vanuit bestaanswantrouwen als ontsnapping aan grote. Ja, het is nogal een dik woord. Onderuit de zak. Nou, ik geloof dat ik zo eenvoudig werk maak, tenminste die illusie heb ik, dat er geen dikke woorden aangedragen hoeven te worden om mijn werk te verklaren. Nee, maar het gaat niet over je werk, maar het thema. Ja. Het gaat over de technische kwestie. Ten eerste hou ik erg van vogels. Ten tweede probeer ik mee te leven, zoals in dat gedicht van Dick Hellenius, hoe het zou zijn om te vliegen. Dan kom je vanzelf op de gedachte, die metamorfose, dat is nou een goede aanleiding. Hoe doe je dat? Dat gebeurt waarschijnlijk heel snel, maar ik teken het vertraagd. Iemand kijkt in zijn handen en er groeien in plaats van haren, groeien ineens kleine veertjes. Ze worden steeds langer, zeg. Aan mijn armen ook. En op mijn borst. Mijn neus wordt ineens heel lang en benig. En dat wordt een snavel. Begrijp je? En dan moeten er ook allerlei aanpassingen van de grote teen. Die moet naar achteren. Dat is nou eenmaal zo bij vogels. Die kleine teen moet eraf. En zo al die veranderingen. Ik heb een lied al gemaakt van Terhuis. Diezelfde schof die in een hop is veranderd. En daar heb ik dat geprobeerd in stadia te doen. En dat is erg interessant. En dat is interessant vanwege de techniek. En daar moeten we vanwege de techniek. En daar moeten we niet over psychologiseren. En wat zijn ze ook weer? Bestaanswantrouwen. Ja, het is wantrouwen. Fantastisch. Jee. Er was een keer een Duits bijvoeglijk naamwoord wat ook zo lang en dik was, dat wij uit ons hoofd probeerden te leren. Nou ja. Ik weet hem niet eens meer. Maar in kunstproza, proza over kunst, daar wemelt het van dat soort woorden. Ja. Ja. Die tijd, de academietijd, dat is, waar spreken we dan over? Begin jaren 50. Van 53, even kijken, ik heb er 5 jaar gezeten, toch nog. Tot 58. Ja. Dat is dezelfde tijd waarin je via Theo Sontrop, meen ik, met Propria Cures, het studentenblad, in aanraking kwam. Ik kwam in de Zadelstraat in Utrecht. Theo tegen, die ik vaag kende van het lyceum. Ik kan de plek nog aanwijzen. En doe dat ook vaak. Dat is een citaat van Bomans. Maar in ieder geval, Theo zei, ik kan wel zorgen dat jij illustrator kunt worden van Propria Cures. Ik stelde me een beetje teleur, want ik had nog nooit van Propria Cures gehoord. Dus Theo moest ook nog uitleggen dat dat het beroemdste studentenblad van Nederland was. Hey, qua, 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 hey, qua, qua, qua. Maar verdomd. Dus tegelijkertijd dat ik die academieopleiding volgde, kon ik mijn
droedels uitproberen hoe die het deden in druk. En dat heb je echt nodig. Hm. Een tekening, je weet nooit van tevoren, als je dat niet geprobeerd hebt, wat die zal doen in druk. Hoe werkt dat? Nee, dat werkt niet. Hm. Dan pak ik het anders aan. Hm. Dus het was een onbetaalde opleiding. Hoe noem je zoiets? Nou ja. Ja, en hoe ging dat dan? Want dat was het gezelschap toen rond Propiacurus van Rinus Ferdinandussen, Hugo Brandt. Nee, Rinus was er nog niet. Ah. Die eerste redactie was Theo Sontrop. Hugo zat er al in, Hugo Brandt Corstius. Uli d'Oliveira, geloof ik, de latere jurist. Hm. En, nou ja, zoiets. En in ieder geval, nou ja, dan ging ik erbij zitten. En dan lazen die lui hun artikelen voor, of lazen voor wat er ingezonden was. En waar gingen die over? Dat werd meestal niet opgenomen. Oh, over van alles. En nog wat. Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Maar ik weet nog wel bijvoorbeeld dat Hugo, die had altijd zo waanzinnig veel ideeën. Hugo was eigenlijk al zoals hij nu is. Dat vreselijk veel armige en veel koppige, die las zijn ideeën voor boven de prullenmand. Ik weet nog dat Hugo had een pastiche van Bomans gemaakt, hè? En je leest dat voor en de andere redactieleden geven dan commentaar. Het gaat echt gewoon, als iedereen het goed vindt, wordt het opgenomen. Goed, Hugo leest dat stuk voor, een pastiche van Bomans. En iemand van de redactieleden zegt, ik vind het eigenlijk niet zo'n goed stuk. Ja, maar ik had het ook bedoeld, zegt Hugo, als een pastiche van een slecht stuk van Bomans. Want Hugo had altijd iets terug. Zo uitstekend. Dan had je bijvoorbeeld van die stickers, wij staan achter Israël. En dan zei Hugo, ja, achter Israël zou ik ook nog wel durven. En dat zei hij al op die leeftijd. Ik denk, wauw, ik bewonder hem mateloos natuurlijk. Maar in ieder geval, toen later kwam Rinus erbij. Rinus Ferdinandussen. Goh, nou, daar ben ik inmiddels al heel lang. Kennen wij elkaar en zijn mijn vriend. En die heeft mij meegesleept naar Vrij Nederland. Niet tegen mijn wil, moet ik zeggen. Toen mochten wij een komische rubriek starten. Genaamd Vrijblijvend, geloof ik. Jee, wat heb ik toch een slordig geheugen af en toe. Maar in ieder geval, we mochten dus allerlei leuke dingetjes opschrijven. En Hugo deed ook mee. En Hugo en ik twisten nog steeds over het aforisme. Ik denk dat het van mij is en hij denkt dat het van hem is. Vele groten maken een kleintje. En ja. Maar ja, het is niet meer te bewijzen. Want dat werd natuurlijk nooit gesigneerd. Hmm. Dat was Vrij Nederland begin jaren 60, hè? In 58, geloof ik. Begin jaren 60. Mathieu Smets was de hoofdredacteur. Wat was dat voor blad toen? Grote goden. Het was een blad met allemaal drukletters erin. Ja, nog helemaal geen kleur. Het was een krant. En ik heb eerlijk gezegd niet zo'n kijk op wat het nou politiek voorstelde. Ja, het was links, omdat alles links was. Hm. Was jij ook links, eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Geen blassen aanhoen. Ik denk het wel. Nou, politiek correct. Laten we het zo zeggen. Af en toe kijk ik op mijn eigen meningen terug uit die tijd en denk, jezus man, wat politiek correct. Ja. Kan je je voorstellen? Ja. Maar waar ging dat dan over? Nieuw-Guinea was bijvoorbeeld een thema. Precies. Daar waren we tegen. Niet tegen Nieuw-Guinea zelf, maar ik geloof tegen dat het van Nederland was of zo. Ja, of dat we het niet wilden laten gaan. Daar ging het over. Ja, daar is zelfs een van de PC-redacteuren, Aad Nuis, is daar nog voor zijn nummer heen gemoeten. Ja. Ja, raar. Maar jij had toch dus niet te houden. Maar had je dus veel met die politieke nee, inhoud van Nederland? Of, Nooit veel gehad. Ja, het is net moderne kunst.
Je kunt belangstelling voor iets niet veinzen. Je kan het niet... Daarom ben ik ook alfa op het lyceum en geen beta. Die wiskunde zei me absoluut niks. En dan kan je er wel proberen in te werken. Dat heb ik ook netjes geprobeerd. En ook met politiek en ook met andere dingen. Maar dat lukt dan niet. Terwijl je enthousiasme, die waai je je vanzelf aan. Ja. Voor Vals hoef ik geen enkele moeite te doen om daarvan te houden. Hè, begrijp je? En dus, we hadden het ook weer over. Nou, wat was dan het gedeelde enthousiasme met die mensen bij Vrij Nederland, waarmee je begon, Rinus Ferdinands, Hugo Brand Corstius, als het niet de politiek was? Omdat ik bevriend met ze was. Omdat ik dat leuke lui vond, waar ik altijd al mee samengewerkt had. En nou is het natuurlijk ook zo dat je als tekenaar, als kunstenaar überhaupt, ben je een beetje de dorpsidioot. Dat mag je ook uithangen. Die hoeft nergens verstand van te hebben als hij maar leuke tekeningen maakt die wij in ons blaadje kunnen proppen. Ja. Dus je wordt niet... Je bent in zekere zin een kind. En daar profiteer je ook van. Tenminste in mijn geval. Ja, hoe? Er zijn ook... Nou ja, door daar geen verstand van te hoeven hebben en er geen mening over te hoeven geven. Wat was jouw bijdrage aan... Eerst was het vrijblijvend, later is het terzijde gaan. Heet dus een rubriek die... Zo'n beetje 40 jaar bestaan heeft. Hij is 5 weken geleden afgeschaft. Ja, mijn arme leeuwtje. Ja. Die is nu in het Walhalla, of hoe heet dat voor leeuwen? Nou ja, in ieder geval. Ja, dat was wel even slikken. Maar ja. Was het jouw idee om daar een leeuw voor te gebruiken? Het was een rubriek, leg het even uit. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat heeft Rinus verzonnen. Ja. Het is een rubriek. De krant heet Vrij Nederland. Het symbool van Nederland is een leeuw. Hoe ze daar aankomen, goed weten. Maar ja, in ieder geval, het is een leeuw. En maak jij een leeuwtje, een komisch leeuwtje? Nou, oké. Okay. En dat is toen... Dus het idee leeuw is van Rinus. Ja, ja. Want jij hebt een hekel aan de grote katachtige. Ja, ja. Dat vind ik vieze beesten. En hoe eerder ze uitsterven, hoe beter. Waarom? Waarom vieze beesten? Nou, je kan geen televisieprogramma aanzetten over dieren. Of er is weer zo'n gevlekte of gestreepte kat die een beeldschoon hertje aan stukken bijt. En ik kan dat toch niet zo goed tegen. Dus dan zap ik verder, hoor. Ik zie al de aanloop. Oh jee, woem. Dan zet ik hem maar op, weet ik wat. Desnoods het nieuws. Nee, dat is natuurlijk nog erger. Maar ik vind dat geen leuke beesten. Nee. Ik vind ook dat dat mag. Dat je aan beesten de pest mag hebben. Waarom niet? Maar je hebt ze wel 40 jaar getekend. Die leven. Jawel, maar dat is een andere leven. De mijne is veel zachtaardiger. Het is als het ware een vegetariër. Nou nee, dat kun je ook weer niet zeggen. Maar hij eet alleen uit de muur. Hij maakt zelf niet dood. Dus het is net zo'n schijnheilig type als ik. een van de leuke dingen die Vrij Nederland je oplevert, dat zijn er vast veel geweest, maar een van de leuke dingen zeker was Renate Rubinstein. Ja. Die heb je daar leren kennen. Zij zelf sprak haar naam uit als Rubinstein. Ze vond zichzelf Nederlands. En dat was een punt voor haar. Ja, die heb ik daar leren kennen. En het was meteen... je kunt dat zeggen... Vriendschap op het eerste gezicht. Liefde is iets anders. Maar vriendschap is natuurlijk een vorm van liefde. Maar wij waren meteen... Wij konden het zo goed met elkaar vinden meteen. Hoe leerde je haar kennen? Ja, ik ben er ongetwijfeld ergens tegen. Nee zeg, nou weet ik het ineens weer. God, jij brengt een mens tenminste. Zijn geheugen terug. Ik zat op Vrij Nederland te tekenen, want soms... zeggen ze, oh, nou je er toch bent, kan je hier even wat tekenen? Want, en dat heb ik langzamerhand geleerd. Een goede illustrator hoort dat te weten. Hè? Dus ik zat een tekeningetje te maken. En er komt een beeldschone dame binnen. En meteen is de hele kamer vol van wat zij zegt. Ze was niet weg te cijferen.
En ze gaat weer weg. En ik vraag aan Jan Eikelboom. Wie was dat zeg? Nou, dat was nou Renate Rubinstein. Ze was net terug uit Jamaica, geloof ik. Waar ze sociologisch onderzoek had gedaan. Want dat heeft ze nog gestudeerd. En dat kun je zeggen. Hé, dat is iemand. Daar hoor ik bij. Op de een of andere manier, hè. Gevoelens zijn moeilijk onder woorden te brengen, zeg. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat het dichtstbij komt. En toen zijn we bevriend gebleven. En dat zijn we eigenlijk nog, ja. Maar dat is een grote stap. Belde zij jou toen of belde jij haar na die eerste ontmoeting? Want toen hebben jullie elkaar niet echt ontmoet. Toen heb je haar alleen gezien. Ja. Ik belde haar. Oh nee, ik sprak haar aan over een regel. Dat moet ook die eerste keer gebeuren. Nee, dat moet de tweede keer geweest zijn. Mijn hemel. Ik sprak haar aan over een regel uit een stuk in PC. Die ik dubbelzinnig vond en een beetje vreemd. En toen belde ze, typisch Renate, naar huis lopen, dat stuk doorbrengen en onmiddellijk naar de krant bellen. Dat was dus de tweede keer. Om dat even recht te zetten. Nou, oké. En we vonden elkaar kennelijk wel de moeite waard. En zo is langzamerhand die vriendschap ontstaan. En toen was ik gescheiden. En stond op straat en zei: zeg Renate, moet je horen, ik sta hier met een koffer op het station. Ja, ik hoor het al aan je stem, kom maar gauw hier, zei ze toen. Dat vind ik zo beeldschoon, dat verwacht je van je vrienden, hè? Hmm. Dat in nood staan ze voor je klaar en hebben ze altijd logies voor je. En toen heb ik een vrij lange tijd bij haar in huis gewoond. Hmm. Gaan we zo over door, we moeten even de verkeersinformatie eraan te geven. 5 files, onder meer de regio Utrecht op de A27 richting Utrecht. Staat tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 3 kilometer door een aanrijding. De regio Rotterdam op de A16 in de richting Breda. Voor de Moerdijkbrug ook 3 kilometer. In het midden van het land op de A50 vanuit Arnhem richting Den Bosch. Voor knooppunt Ewijk ook 3 kilometer. En nog wat files in het zuiden van het land. De A2 richting Maastricht. Tussen Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid 5 kilometer. En een stuk verderop voor Maastricht 3 kilometer. En op de A58 vanuit Tilburg in de richting Breda. Dan staat voor knooppunt Galder 2 kilometer. Ik ben terug bij de VPRO op Radio 1. Het marathoninterview met Peter Vos. We hadden het over je vriendschap met Renate Rubinstein. Rubinstein. Je had me al een keer verbeterd. Maar ik zou er niet de vinger op leggen. Ja. Als zij het niet zelf altijd zei. Ja. En het is voor haar natuurlijk. Haar ouders kwamen uit Berlijn. Zij is hier, heeft haar opvoeding gehad en op school gezeten. Dus zij was een Nederlandse schrijfster. En dan spreek je het een oe als een u. U als een u uit. Ja. Hoe mag ik zeggen? Je zei een keer, ja, toen ik haar voor het eerst zag. En toen dacht ik, ik wil weten hoe dat werkt in dat hoofd. Ja. Ben je daarachter gekomen? Nee. Maar wel dichterbij. We zijn elkaar vertrouwd geworden, kunnen we zeggen, zoals dat in een goede vriendschap gaat. Hè? Een vriendschap tussen man en vrouw is wel degelijk mogelijk. Want dat zei ze vroeger bij ons op school. Katholieke school, alleen jongens, je weet het, die enge katholieke opvoeding, dat vind ik wel eng eraan. Die zei je altijd dat tussen man en vrouw kan geen vriendschap bestaan, of het is minder of het is meer. Zo'n typische patersopmerking, Gert. Maar ja, in ieder geval. Dus Renate en mij was een vriendschap. En dat is heel leuk. En wat je zegt, ik heb er wel meer van begrepen, van hoe dat hoofd werkte. Wat kan je erover zeggen? Wat was karakteristiek voor haar? Oei. Ja. Kan jij iemand beschrijven in zo korte tijd als 3 uur? Nee, maar daarom zit ik aan deze kant. Ja, ik stel hier de vragen. Ja. God, je lijkt Israël wel.
Ik stel hier zou de ik vragen. Niet durven beweren, maar goed. Nou ja. Nou, jij bent toch een uitstekende interviewer. Maar, wacht even hoor, waar hadden we het over? Ik stel even een vraag. Wat heb je begrepen van hoe dat hoofd werkte? Oh ja. Ja, het wordt zo'n familie. Je vrienden worden een soort familie, dus... Of moet ik gaan uitleggen precies hoe dat hoofd werkt? Ja, probeer het eens. Nee joh, dat kan ik niet. Ik kan het niet eens van mijn eigen. Ik verbaas mezelf. Maar, nou ja, we wonen daar in één huis. En in de keuken van Renate, daar staat een oeverloos te kletsen met koffie of wat dan ook. Zij was in therapie bijvoorbeeld en zei dan... Weet je wat, ik vertel jou wat die psychiater mij heeft verteld. Zo hebben we 2 therapieën voor de prijs van 1. Dat is heel praktisch. We hadden ook wel eens ruzie hoor, want ze was zo eigenwijs als wat. En ik soms ook, maar niet altijd. Maar hoe dat hoofd werkt, ja. Christ. Het was in ieder geval wat ik van haar... geleerd heb wat je eigenlijk moet doen, maar wat ik niet altijd doe. Altijd denken als iemand iets zegt, is dat nou wel zo? En vooral als iedereen het met elkaar eens is, denken, dat klopt helemaal niet. Dat soort dingen. Zoals, zij was typisch, oh, ik vind het zo jammer dat zij er niet meer is. Ook omdat je wil weten, wat zijn nou van die hele fortuin-kwestie en die LPF-kwestie? Dat zootje ongeregeld, wat zij daar van zou vinden. En daar zou ze prachtige columns over geschreven hebben, denk je niet? Ja. Heb je een idee wat ze ervan zou vinden? Nee, ik ga hier niet Renate passageren, dat durf ik niet hoor. Ik denk niet dat ze LPF gestemd had, als je dat wil weten. Nee. Ja. Maar in ieder geval, dat is een van de... Ja, voor dit interview, ik heb er, jullie hadden me uitgenodigd... en ik heb al een hele tijd erover gedacht. Oeh, mijn hemel, 3 uur is wel lang. En probeer je dat al voor te bereiden door je levenspad terug te kijken. En je ziet dat konkelige pad met af en toe 2 sprongen... waar een keuze genomen moet worden. En je wil brullen, nee, niet doen, achter je. En dat soort dingen, hè. Maar er zijn een paar, ik heb toch vind ik, behoorlijk gemazzeld in mijn leven, hoor. Met bijvoorbeeld wie je tegenkomt, onder andere Renate. Die heeft, vrienden voeden elkaar zo'n beetje op, hè. Je doet je best. En Renate is een deel van mijn opvoeding natuurlijk, ja. Ik waarschijnlijk ook een deel van haar. En Simon Carmichael, die je via haar leerde kennen... Ja. Is dat ook een deel van je opvoeding? Absoluut. In welke opzicht? Dat leuke... Hoe heet dat? Heb je zijn handschrift wel eens gezien? Ik denk het wel, want volgens mij ondertekenen die kronkels op televisie ook. Oh ja. En ik ken ze uit de Parool. Dus hij had een van de leukste, joligste handschriften. Nee, jolig is niet een goed woord. Vrolijk. Zo was die man ook. Een hele monkelende vrolijkheid. Als je je dat kan voorstellen. En dat is een stoïcijnse uitleg van het leven... maar dan op een vrolijke manier. Leg even uit. Nou, de stoa die vindt dat de dingen die te verbeteren zijn... aan jezelf, die moet je verbeteren. De dingen die niet te verbeteren zijn, die moet je ondergaan. Dat is die apatheia. Je moet er niet gevoelloos tegenover staan... maar je moet ook niet te veel je laten schokken. En in die zin vond ik Simon een stoïcijn... maar een vrolijke stoïcijn. Hij kon zo... Goh, ik zie dat gezicht ineens voor me. Een beetje hoofd, een beetje schuin en dan dat... Ja, die zachte vrolijkheid achter die gevel. Ja, ja, ja. Hè, dat heb ik toch een leuke mensen ontmoet. Ja,
Het is ook Franciscus trouwens. Hè? Je moet het beroemde gebed van Franciscus hier: geef mij de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen en te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. Is dat zo? Is dat van Franciscus? Ik ken het van Franciscus. Uitstekend. Ja, ik heb die man al ontmoet. Het is ook wel katholiek. Goh, of niet? Wat leuk dat jij een katholiek nog iets kan leren. Hé, ja, Franciscus is natuurlijk een uitstekende man. Ik ben met een tekening bezig. En die had ik dagenlang. Mijn soort van tekenen is, je zet eerst iets in inkt, in dus lijnen. En dan ga je later inschilderen. Afijn, die Franciscus. Ik dacht, weet je wat ik ga doen? De vogels spreken voor Franciscus. Dus ik keer het om, hè? Niet Franciscus keert voor de vogels, maar... Dus dan zie je een lorige monnik. Die ligt te pitten met zijn mond een beetje open en zijn hand er zo onder. Zijn hand steunt zijn hoofd. En die is begraven onder de mussenwerken. Nou, dat is een hoop werk, hoor. Dat kan ik je verzekeren. En is hij af en dan zet ik hem even... op een afstandje, lalalala, ga een wandelingetje doen... en probeer hem uit mijn ooghoek te zien... alsof het een tekening van iemand anders is. Hè? Mm-hmm. En hij is helemaal verkeerd, zegt die mussen zijn veel te groot. Verdomme. Kan niet helemaal over. Ja, dat is wel vervelend, hoor. Het leven is soms lastig, hè. Want om nog weer even terug te komen aan het begin van dit uur... die academie, een van de dingen die je daar geleerd hebt... is nooit dekwit gebruiken. Dat is waar. Je mag niet verbeteren in je tekeningen. Nee. Waarom mag dat niet? Ik weet waarom dat niet mag. Zal ik het je vertellen, of niet? Doe maar. Okay. We zijn nu toch op de radio. Ja. Dat scherpt je concentratie ook alweer. Dat is één... Als jij weet dat je geen fouten mag maken, dat een fout niet verbeterd kan worden, dan ben je veel meer geconcentreerd. Dat is ten eerste, maar dat is niet alles. Er is nog een reden, maar die ben ik geloof ik even kwijt. Straks komt die ineens naar boven. Maar... Geldt dat ook, die strengheid... Want je hebt het nu over die tekening van Franciscus. Die moet dus over, gewoon. Want die mussen zijn te groot. Ja, die moet over. Ja. Je hebt heel veel geïllustreerd. Hè? Je hebt veel vrij werk gemaakt. Maar je hebt heel veel geïllustreerd. Dat is er straks in de inleiding genoemd. Ook zooi ook erbij, hoor. Ja. Nou, ik heb dus dankzij de uitnodiging van jullie... mijn leven een beetje zitten na te kijken. En ook allerlei oude illustraties. Er is toch een kroet bij, niet te geloven. Nou ja. Maar als je met een deadline moet werken. Je moet illustreren. Je hebt denk ik meer dan 100 boeken. Dan ben je ook zo streng. Dan mag er niets verbeterd worden. Dan moet een tekening die niet klopt, die moet over. Nee, ik kan dat langzaamaan niet meer. Als je dat zo hebt aangewend... Als je zo hebt aangewend om geen dekwit te gebruiken... dan kan je het niet eens meer. Hmm. Nee. Dus maar... dat als er iets fout is... nou ja, dan pleur je het in de prullenmand en dan begin je opnieuw. Maar je wordt dus steeds scherper. Je denkt, nu komt het erop aan. Als je met je pennetje over die potlood schets... het echte serieuze werk gaat maken... Het is een goede opvoeding. Ja, nogmaals, ik ben die academie erg dankbaar. Ja. Maar er zit dan ook voor een illustratie die op tijd af moet... er zit ook een hoop spanning op. Want het moet eigenlijk in één keer goed. Ja. Is dat prettig? Op den duur leer je denken... dit is wat ik op het ogenblik kan. Als jullie er niet tevreden mee zijn... ja, dan zoek je maar een ander. Neem nou Rembrandt van Rijn. Ik weet zijn adres. Rembrandthuis, wat is het? Antonie Breestraat of zoiets. Maar ja, het staat in het telefoonboek, hè. Zeur me niet aan mijn kop. Maar vroeger was ik daar... Dat is ook een van de leuke... Of ook. Dat is een van de leuke dingen van ouder worden, hè. Je hebt een vak in je handen en dat weet je. Vroeger... Dan ging ik inleveren. Nee, omdat je daarom vraagt. En dan zo.
zegt zo'n uitgever of degene die je tekening in ontvangst neemt achter zijn bureau. Zo, laat u maar eens kijken wat u gemaakt heeft. Nou, je wil wel door de grond zinken. Want je vindt het steeds slechter wat je gemaakt hebt, hè, in gedachten. En nu kan me dat geen zo de mieter meer schelen. Als jij het niet mooi vindt, nou, dan heb je geen smaak. Poeh. En die zekerheid, het feit dat je een vak in je handen hebt, dat geeft toch een zekere vrolijkheid, zeg. Ah. Huh? Ah. Hoe ontwikkelt zo'n tekening zich? Je moet een boekomslag maken. Je krijgt de titel, je krijgt het boek, je krijgt het hele boek, je leest het hele boek. Ja, ja? Een paar keer. En dan? Als de tijd er is, hè? Ja. Nou, dat is een van de leuke en rare dingen. Laten we iets makkelijkers nemen. Want jij begint pas. Een artikel voor Vrij Nederland. Dat wordt je doorgestuurd. En je leest dat. Je leest het nog een keer, je leest het nog een keer. Je hebt gelukkig één dag de tijd. Je hoeft morgen pas in te leveren. Ik ben toch ruim voor je, hè? En dan... Dan gaat het door je hoofd. En blijkbaar zitten je hersens zo in elkaar na 50 jaar illustreren, dat er dan vanzelf een of ander idee in neerdwarrelt, maar waar het vandaan komt, poeh, dat mag de muze weten. Dat weet ik niet. En misschien is het het verkeerde idee, en misschien vinden mensen dat een ontzettend rottekening. Maar ik ben er dan tevreden mee en dan lever ik hem in. Ik was dinsdag bij u op bezoek. Toen werd je gebeld door Vrij Nederland met het verzoek om een tekening te maken bij een recensie van een boek van August Hans den Boef. En dat gaat over secularisatie en over christendom. En hij vindt dat het christendom te veel aanwezig is in de maatschappij. Ja. Enfin, heb je de tekening al gemaakt? Ja, die heb ik gemaakt. Wat die is het moest ingeleverd worden gisteren. Dinsdag was je er. We hebben vandaag, vrijdag. Gisteren moest ik inleveren. Nou, ik wou een seculiere engel met een vlammend zwaard maken. Dus ik heb een man gemaakt in driedelig pak. Die een soort... hoe noem je dat? Tuigje heeft, waarachter twee vleugeltjes. Dat houdt hem in de lucht. Hij heeft een vlammend zwaard waarmee hij een paus en een molla de deur wijst. En eerst wou ik iets anders doen. Want je krijgt eerst andere ideeën. En dat ik lig vaak te denken als ik niet kan slapen. En dan ben ik zo blij als ik voor mijn idee een goed... voor mijn gevoel een goed idee heb gekregen. En dat was dit. Ik vond het een uitstekend idee. En dan ga je dat yum. Ideeën kan je testen, kan ik testen aan... ik heb zin om eraan te beginnen. Als het zo'n idee is, dan is het leuk. Of als je niet helemaal... de tekening niet helemaal af is 's avonds en je wordt 's morgens wakker en handen wrijvend sta je op in pyjama en denkt... waar waren we ook weer gebleven? Dat is de goede stemming natuurlijk, hè? En die had ik wel over dit. Ja, en... Dat idee, is dat iets waar je heel bewust mee bezig bent, voortdurend? Of is het iets, je zei net, dat dwarrelt iets in je hoofd. Is het iets wat in je achterhoofd gebeurt? Blijkbaar is er een circuit waar je zelf niet... wat je zelf niet bewust kan beheersen. Ik heb het ook als ik tekeningen zit in te kleuren... dan gaat hij op de half automatische piloot. Dan... je weet wel degelijk, ja, die mouw die moet groen. Maar je hand neemt het over en het wordt vanuit je achterhoofd bestuurd waar je voorhoofd geen weet van heeft. Dat is een heel leuk mechanisme eigenlijk. Ik denk dat veel collega's zo werken, hoor. Ja. En dat, het is dat, een heerlijk vak. En dat uitwerken, is dat... wat is de creativiteit? Is dat het idee of is dat het teken? Creativiteit. Of vind je dat ook al een woord waar je helemaal niks mee te maken wil hebben? Nou, het grenst aan de dikke woorden. Creativiteit.
Speelt je zuster piano? Nee, ze heeft geen tijd. Creativiteit. Nee, goed, maar zijn het twee hele verschillende fasen? Is het uitwerken veel meer ambachtelijk en nu moeten de lijntjes goed komen te staan? Het breien is dat. Twee rechts, twee averechts. Ja, nee, dat is waar. Dat is je vakmatigheid. Het is dan ook absoluut niet origineel. De kunst wil tegenwoordig altijd origineel zijn. Hè? En tegen draads en dat soort gezeik. Nou, ik ben gewoon met een vak bezig. Je hebt dat idee, dat werkt je zo en zo uit. Waarschijnlijk zoals een muzikus werkt. Die iets uitschrijft. Ja. En nogmaals, ik vind het erg leuk dat ik dat vak in mijn handen heb. Dat ik dat kan. En dat had je mij niet op mijn 20e horen vertellen, hoor. Nee? Nee, ik moet ineens denken aan... Ik was 17 en... Ik illustreerde mijn eerste boekje. En ik was zo wanhopig, omdat ik het niet kon. Maar er moest toch ingeleverd worden. Dankzij Daniel de Lange, die bij het Spectrum werkte. Die kende mijn werk en die zei... Laat die jongen dat nou maar eens illustreren. Hij moet het leren, per slot. Oh, die wanhoop. En nu denk ik... Oh, ja, dat gedicht. Oh, ja, dat kan ik. Zo'n illustratie maken, dat is toch een heerlijk gevoel. Ik heb er wel 50 jaar voor hard gewerkt, natuurlijk. Hè? Je bent er ook wel eens echt, nou, gek is een groot woord, maar echt radeloos van geworden. Ik heb ergens gelezen dat De Sprookjes van de Lage Landen, een van de grote werken in de jaren 70, waar je veel bekendheid mee hebt gekregen, daar werd je op een gegeven moment echt gek van. Daar ben je mee opgehouden ook, of niet? Nou ja, de kwestie is, het laatste deel is door Willem van Malsen, een mooie schilder, is geïllustreerd. Omdat ik had er echt geen trek meer in. Ik werd er gek van, zeg. De moeilijkheid is, er wordt een hele machine in werking gezet van de bezige bij. Dit is het boek waar wij op moeten overleven. En het moet dan en dan ingeleverd worden. Want anders zijn we te laat. We moeten uitkomen in, laten we zeggen, december, weet ik veel. Dus moet ik in augustus inleveren. Maar ik krijg die teksten zo laat, want die jongens, die boeven... Elke en Hans. Elke de Jong en Hans Sleutelaar. Die kwamen veel te laat met hun teksten. En ik liep dan maar mijn eigen op te vreten in ons buitenhuisje. Wat we toen hadden. Ja. Dat was wel vervelend. Dus ik dacht, toen ben ik overspannen geraakt. Echt overspannen. Dat hou je toch niet voor mogelijk. Ik zit voor mijn tekenbordje. En ineens vallen de tranen uit mijn ogen. En ik begin hysterisch tegen mijn vrouw van toen. Heb ik daar 5 jaar voor op de academie gezet? Ja, het is werkelijk schandelijk. Ik hoop dat dit eruit geschrapt wordt uit deze uitzending. Maar het was een erg ongelukkige tijd, moet ik zeggen. Als je tijd genoeg hebt... Je moet namelijk een tekening kunnen... weggooien en overnieuw maken. Dat is leuk, dat maakt het vak leuk. Nee, weet je wat? Die moet iets meer naar links, die arm moet wat langer. Nee, weet je wat ik doe? Ik zet er nog een nijlpaard tussen. Zo, hè? Maar dat kan dan niet. Ja. Omdat, dan wordt het haastwerk. En... Daar ben ik niet voor, heb ik geen zin meer. Nee. Dan maar geen miljonair. Hè? Overspannen worden van zoiets leuks als tekenen. Ja, dan gaat er iets verkeerd. Ja, vreemd toch? Ja. Nou, het is iets heel serieus ook natuurlijk. Wat ik vertelde, het is mijn skelet. Ik had dus een beetje pijn aan mijn skelet. Ja. En dan word je wel overspannen. Zo. Dr. Vos. Maar ja. We praten zo meteen door. We zijn bijna aan het eind van het tweede uur van dit marathoninterview. Zometeen gaan we door. Zie je wat buiten? Je zit naar de vogels te kijken. Een witte flits, maar wie het was, mag God weten. De Sint Maartensvogel, denk ik. Ja, verdomme.
echt een ijsvogel, die Sint Maartensvogel. Maar waarom? Zou ik niet kunnen verklaren. VPRO, het marathoninterview. Chris Keijne in gesprek met tekenaar Peter Vos. In dit tweede uur ging het over tekenen, tekenen en tekenen. Over de opleiding, over vogels, over leeuwtjes, propriacures en Vrij Nederland. Tot zo. Goedemorgen, dit is de VPRO. Dit is het derde en laatste uur van het marathoninterview. Chris Keijne in gesprek met tekenaar Peter Vos. Het interview springt volgens Vos van de hak op de tak. Prima, zegt Keijne dan. We spreken toch veel over vogels. De tekenaar kijkt minstens 3 maal per dag in de dikke vandalen. Hij wil nu eenmaal alles weten. Kreeg zijn opleiding op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. 8 uur per dag tekenen. Vooral model tekenen. Een ambachtelijke, bijna nog 19e-eeuwse opleiding. Hoe houdt iemand zijn handen? Hoe zit het met die benen? Ovidius is zijn lievelingsdichter. Alles wat hij probeerde te schrijven werd een vers. Vos is zijn hele leven al bezig met dat Ovidius-thema, de metamorfose. Hoe zou het zijn om te vliegen? Haartjes op armen en benen worden kleine vleugeltjes. De kleine teen moet eraf, om maar wat te noemen. Het studentenblad Propriacures. Theo Sontrop introduceerde hem daar als illustrator. Hugo Brand Corstius was daar toen ook al. Rinus Ferdinandussen kwam later en die bracht hem weer naar Vrij Nederland. Wat voor blad dat toen was? Geen flauw idee. Is hij links? Ach, noem het politiek correct. Een tekenaar is een beetje een dorpsidioot, een kind in zekere zin. 40 jaar lang tekende hij leeuwtjes voor de VN-rubriek Terzijde. Een rubriek die een paar weken geleden ter ziele ging. Dat was wel even slikken. Het waren overigens bijna vegetarische leeuwen die alleen maar uit de muur aten. Renate Rubinstein, daar was hij vanaf het eerste moment van kennismaking bevriend mee. Hij ging scheiden, belde haar en was welkom. Vriendschap tussen man en vrouw bestaat wel degelijk. Simon Cormichelt, een man van monkelende vrolijkheid. Ook al onderdeel van zijn opvoeding. Als een tekening niet goed is, pleur je hem in de prullenbak en begin je opnieuw. En ideeën dwarrelen in je achterhoofd. Tekenen is een heerlijk vak. Dit is de VPRO, het marathoninterview. Chris Keijne in gesprek met Peter Vos. Ja, Ronald van der Boogaard zei, we hebben het vorige uur veel over Renate Rubinstein gehad. Dat was vriendschap? Ja. Geen liefde? Ja, vriendschap is liefde. Ja, wat zullen we nu hebben, zeg? Liefde tot je kind is toch ook liefde? Ik bedoel, het hoeft toch niet met die... Heb ik je ooit verteld hoe ik mijn zoontje heb voorgelicht? Dat was wel grappig. Geert van Oorschot. Hè? Het is niet voor niks dat ik die man noem. Een oude bullebak en een prachtige theatrale... Maar hij had een magische aantrekkingskracht op kinderen. Huh? Dat weten niet veel mensen. Dus, Geert was bij ons op bezoek. En binnen de kortste keren zat Sander bij hem op schoot. En bij ons, dat was bij je toenmalige echtgenote Anneke? Mijn vrouw Anneke, ja. En Zandje. En dan hebben we het over de jaren 70. Eind jaren 60 misschien. Oeh. Nou ja. Ja. Sander is van 67, dus ja. Ja. Dat zal... Nou, afijn. Een jaar later denk ik, ja, als vader moet je je kind toch voorlichten. Zeg, Sander, zeg, weet jij eigenlijk hoe de kinderen gemaakt worden? Ja. Ik denk, oh jezus, dan heeft hij het op straat gehoord. Van wie weet je dat dan? Nou, van jou. Wat? Ja, van jou. Weet je nog toen Geert op bezoek was? En die zei toen...
oh, wat zijn ze toch leuk toen ik bij hem op schoot zat. Wat jammer dat ik ze niet meer kan maken. En toen, toen was Geert weer weg. En toen vroeg ik aan je, maken? Worden kinderen dan gemaakt? En toen zei jij, je moest gauw aan het werk. Nou ja, op de trap zei je even, ja, dat gebeurt zo. En toen deed je een paar handbewegingen. En sinds die tijd weet ik dat. Maar het rare was, ik was dat helemaal vergeten. Geert van Oorschot, hoe kwamen we daarop? Omdat ik vroeg of vriendschap iets anders is dan liefde. En toen zei je, dat is hetzelfde. Dat is absoluut hetzelfde. Ja, ja, maar, zeker hetzelfde. Ja, maar je maakt nu zelf al het onderscheid door de sprong naar de erotiek te maken. Want dat was er niet. Nee, dat kwam van Geert van Oorschot. Die gaat zich overal mee bemoeien, die vuile boef. Ik vind het zo leuk dat je bepaalde mensen, daar ben je dan tegen opgeblunderd. Ja. Je hebt je levensweggetje. En wie je tegenkomt, dat heb je zelf niet altijd voor het uitzoeken, hè? Nee. En hoe zit dat, met de vrouwen waar je dan een ander soort vriendschap, namelijk liefde... De liefde. Laat ik beginnen bij een tekening die gepubliceerd is in het boekje Wat je ook niet vaak ziet, wat in de jaren 90 is verschenen. Ja, wel voorbereid, hè? Op bladzij 21. Witte zwanen, zwarte zwanen. Ja. Tekeningetje van... Volgens mij zijn het twee meisjes. Kijk. Ja, je hoeft mij de tekeningetje niet te laten zien. Nee. Dat was... In een nood. Dat was een van mijn eerste erotische ervaringen. Wat gebeurde er? Nee, ik ben aan het uitzoeken hoe oud ik toen was. Een jaar of... 7... En iets grotere meisjes, maar die zijn dan heel snibbig en doen alsof ze al dames zijn. We doen het spelletje. Witte zwanen, zwarte zwanen. Wie gaat er mee naar Engeland varen? Ken je dat? Ja, Engeland, maar het is lang geleden. Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken. Er is geen ene timmerman die de sleutel maken kan. Ga door maar, ga door maar. En nu krijg je het, nu krijg je het. Let je op, Chris Keine. De laatste zullen wij En een hele stoet kinderen gaat onder die geheven armen van die meisjes door. De laatste zullen wij vangen, en dat weet je. Dus die hele giechelende stoet loopt er onderdoor. Maar die meisjes loeren op eentje. En die pakken ze. En dat was ik dikwijls. En dat is een duidelijke erotische ervaring. Al gebeurde verder niks. En kan je er geen ziekte van krijgen en komen er geen kinderen van. Maar het is zo erotisch als wat, ja. Leuk is dat. Ja. Goh, ik ben echt keurig opgevoed. Hoe ontwikkelde zich dat met de vrouwen verder, toen je jong was. Want je zegt van jezelf dat je jezelf lelijk vond. Het is nog heel netjes van je dat je niet de vrouwtjes zegt. Zoals aan Barretje Hilton. Dat is dicht gelukkig. Dat is dicht gelukkig. Maar je vond jezelf lelijk, of niet? Ja. Ik vond mezelf oninteressant. Ja. Nou ja. Nu zie ik langzamerhand foto's van mezelf en denk, nou, dat viel nog wel mee. Ik las een levensbeschrijving van Gore Vidal. Uitstekende schrijver. En die zei, ja, ik hoorde de laatste tijd veel zeggen dat ik zo mooi was toen ik jong was. Ik wou dat ze me toen verteld hebben. Ja? Maar werd het ook niet gezegd. Ik zei tegen mijn moeder. Wij zeiden moeder. Moeder, ben ik eigenlijk mooi? Keek ze echt zo? Ze, nee. Je hebt een leuk gezicht, maar mooi, nee. Ja, als je dat van je eigen moeder hoort, dan denk je dus... Ook zonk zij soms op de stoel neer met haar handen voor de ogen. Ik zie dat nog. Ik ga het niet tekenen, hoor. Sommige dingen zijn te erg om te tekenen. En steunen dan, mijn god, waar heb ik het aan verdiend om zulke kinderen te krijgen?
Dan kwamen wij namelijk thuis en onze schoenen waren iets beschadigd, want we hadden natuurlijk gevoetbald, wat niet mocht op straat. En schoenen waren bijna niet te krijgen, begrijp je? Waar hadden we het over? Het is niet leuk voor een kind. Iets vrolijks. Om dat te horen. Het is niet leuk voor een kind. Nee. Maar ja, je groeit eroverheen, hè? Ja. Tenminste, sommige mensen groeien eroverheen. Ja. Wie was... Want daar hadden we het over. Ja. Ik zei vrouwen, maar in dit geval een meisje, denk ik. Wie was het Zweedse meisje waar je een scheppingsverhaal voor maakte? Ach, dat was zo leuk. Dat is een tijdje mijn verloofde geweest. En die had een Zweedse vader en een Nederlandse moeder, of het omgekeerde. Eén van de twee. Maar in ieder geval... Ik was er zo'n stapel verliefd op. Want ik heb wel de eigenschap dat ik stapel verliefd kon worden toen. En toen had ik van Chris Leeflang, hoofd van de Centraal Bureau ter Verspreiding van Mooie Boeken, of weet ik wat, CPMB. Mm-hmm. Had ik een prachtige dummy gekregen. Weet je wat een dummy is? Ja, een leeg boek. Een leeg boek. En... dat is een model die ze maken. En dat was een model voor Stichting de Roos. Dus het was lekker papier. En ik dacht, verrek zeg. Dan ga ik een boek in maken. En dan heb je nog het lef van de jeugd. Ik heb dat in, ik denk een week, heb ik dat gemaakt. Eerst wat schetsjes. Het moet een volledig verhaal zijn. En het moet bovendien precies in die dummy passen. Dat ook nog. Ik kan me niet voorstellen, het is bijna iemand anders die dat gemaakt heeft, hoor. Dat zou ik nog nooit meer durven of kunnen. Maar in ieder geval, het is helemaal geen slecht boek. En de these is leuk. Namelijk, het gaat over die ene regel van Hugo Claus in dat prachtige gedicht over Vlaanderen. Dun lied, donkere draad, land als een laken dat zinkt. En daar krijg je de regel in. Een gebed van de boeren in Vlaanderen. Dat God ons vergeven voor wat hij ons heeft aangedaan. Nou ja, dat is toch beeldschoon, hè? En met die regel als deze, hij is de schuld. Maar wij krijgen de schuld. Heb ik dat scheppingsverhaal toen gemaakt. Ja, en waar leidt dat toe in het verhaal? Wat bedoel je, Chris? Die these? Die these leidt ertoe dat God verkleedt zich als slang om ze te verleiden om die appel te nemen. Ja. En hebben ze die appel genomen, die hij nog zo verboden had in de preek op hun bruiloft, de zeikert, dat leidt ertoe dat hij in het paradijs kan uitzodemieten. Ja. Met een vlammend zwaard. Want God is jaloers. Ja. Toch? Ja. Maar dat zijn die Griekse goden ook al. De ene god die we nu overgehouden hebben. Ik wou dat we er 7 hadden. Dan kon je tenminste, als je bij de ene geen gehoor krijgt, naar de andere gaan. Maar deze, die is jaloers. Hij zegt het ook. Mm-hmm. Ik, de bom, 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 ben een jaloerse god. Weet je wat ook zo leuk is? Nee, nou moet ik ineens aan de Bijbel denken. Dat we hebben nu een christelijke regering. En het is inderdaad, het staat in de Bijbel. Hem die heeft, hem zal gegeven worden. Hij die niets heeft, hem zal ook afgenomen worden alles wat hij heeft. En dat is verdomme nu aan de gang. Ze gaan de kleine mensen, de arme mensen gaan ze korten. En belastingmaatregelen waar die vette miljonairs een beetje wat aan hebben. Ja. Ja. Toch, Chris Keine, leven wij nog in een van de leukste landen. Ja. Dan moet je de rest eens kijken, zeg. Je zou maar in Afrika geboren worden als kindje. In, noem maar op, joh. We mogen nog niet klagen, dus dat doen we niet. Nee. Kan
Even terug naar de jaloerse God. Je tekent hem in dat scheppingsverhaal. Hij schept de wereld, hij schept de dieren, hij schept de mens Adam. Het is niet slecht als boek, nog steeds niet. Het is een prachtig boek. Ik heb het gemaakt toen ik... Wacht even. 59, toen was ik 24, zeg. Maar ja, ik moest wel 7 jaar wachten voor het uitgegeven werd. Maar je maakte het voor dat meisje zo'n idee van een jaloerse God. We zien hier een plaatje van God die met een blos op de wangen Eva schept. Die wordt meteen verliefd op zijn eigen creatie. Ja, en dan ziet hij dat ze niet eens naar hem kijkt, maar onmiddellijk naar Adam remt. Mm-hmm. En dan krijg je een passage dat verliefd. Wij waren nogal verliefd. Dat Zweedse meisje en ik. En je wilt een ode aan de liefde tekenen. Nou, waarom niet? Ik ben een tekenaar. Het enige wat ik kan is tekenen. Hè? Hm. En ja, dan maak je je balts. Weet je, het woord balts. Ja, wat vogels doen. Mm-hmm. Zich aanstellen voor hun verloofde om indruk te maken. Het enige wat ik kan is tekenen. Als je een muzikus bent, dan pak je je elektrische gitaar en je accu. En je gaat onder het raam staan en je maakt waanzinnig lawaai. En het heet dan een obade. Terwijl, van tekenen is juist het leuke dat het geen geluid maakt. Hè? Dat is een van de voordelen, vind je niet? Ja. Ik maak het voor dat Zweedse meisje. Ja. Mieke heet ze overigens. Ja. Voor een volgende geliefde, ik weet niet of het de volgende geliefde was, Fritsie ten Harmse van der Beek. Was dat degene die na het Zweedse meisje kwam, om het zo te zeggen? Nee, dat weet ik niet, maar nee. Fritsie is, daar ben ik nog steeds bevriend mee. Dat is zo'n bijzonder iemand. De dichteres Fritsie ten Harmse van der Beek. Ja, dat is wel. Ik ken niemand die kwaliteit heeft. Wat maakt haar zo bijzonder? Dat Fritsie is. Ja, meer kan ik niet zeggen. Ik heb je hebt gedichten van hem gelezen waarschijnlijk. Ja, maar dat moet iedereen doen. Niet recentelijk ter voorbereiding hierop, dus het is lang geleden. Ja, ze heeft... Oh ja, dan zal ik je nog iets vertellen. Mijn vrouw, Saïda... We hadden de gewoonte om elkaar uit de dikke komrij... Ken je de dikke komrij? Ja. Dat is de hoe noem je dat ook weer? De bundel Nederlandse poëzie uit de 19e en 20e eeuw. Dan lazen we elkaar gedichten voor zonder te zeggen van wie het was. En dan moet je ongeveer raaien waar je in de buurt... dat moet toch wel tussen de wereldoorlogen geweest zijn en dat soort, hè? Vang. Mijn lijf vangt mijn ziel... Als een boemerang. Eonen, eonen. Kirillov, Kirillov. In de demonen. Enzovoort. Dat moet Marsman wezen, hè? Die vitalistische aansteller. En toen las zij een keer een gedicht voor. Van. Dat bleek later van Roland Holst te zijn. En ik dacht, verrek zeg. Dat is jachtlust. En beschreef dat zo goed. Zonder het te noemen, dat ik dacht, dit is Janie Roland Holst voor het eerst op bezoek bij Fritsie in Jachtlust. Want wat was Jachtlust? Dat is het grote huis waar ze woonde. In Laren, maar ze had het zich zo eigen gemaakt dat wat Janie beschreef, dat herken je onmiddellijk. Weet je het nog, dat gedicht? Ik ken het niet uit mijn hoofd, want het, ten eerste heeft het geen strak ritme. Evenals de moeder hinde naar het klare water smacht. Zoek mijn zoe om u te vinden die ik levenslang verwacht. Dus zoiets gaat het niet. Hè? Nee. Beschrijf zelf Jachtlust dan, als je wil. Ga zelf kijken, man. Nee, ze woont nu weer ergens anders. Ja, maar Jachtlust is een begrip in, laten we zeggen, de Nederlandse... Ja. Literatuurgeschiedenis misschien wel. Een heel matig boek over geschreven. Er kwamen veel schrijvers en dichters over de vloer. En jij hebt daar met haar gewoond. Maar wat was Jachtlust? Dat was een groot huis. En wat gebeurde daar?
De zon gaat op. De zon gaat onder. Ja, wat gebeurde er? Boe. Theo Sontrop heeft er nog beneden gewoon. Koolhaas kwam naar zijn verhalen voorlezen af en toe. Noem maar op. Iedereen kwam er. Bijna iedereen. Raymond van Rijn hebben we er nooit gezien. En je zei, zij had zich dat zo eigen gemaakt, dat huis. Of ze had daar zo haar eigen huis van gemaakt. Nou, dat beschrijft Roland Holst ook goed. Ja. Misschien kunnen we het hierbij laten, zodat alle luisteraars als de sodemieten naar de boekhandel stromen en daar de dikke komaar kopen en het gedicht opzoeken. Laat ze zelf ook eens wat doen. Hé? Goed, dan laten we het daarbij. Maar dan wil ik wel weten waarom je voor haar het boek De 100 Reigers maakte. Oh ja. Want dat maakte je voor haar. Dat was het tweede boek wat je voor mevrouw maakte. Precies wat ik zeg. Dat is mijn manier van balsen. Voor Mieke het scheppingsverhaal. Voor Fritsie de 100 Reigers. Voor die. Voor iemand heb ik een keer het rug. Het boek met twee ruggen gemaakt. Weet je wat. Het beest met twee ruggen is. Mm-hmm. Maar misschien niet iedereen, dus vertel het even. In het begin van Othello wordt de vader van Desdemone gewaarschuwd. De moer is bezig het beest met de twee ruggen te maken met uw dochter. Dat is twee mensen die aan paren zijn. Dat is dus één beest met twee ruggen. Dus ik dacht, weet je wat, ik maak een erotisch boek. En dat noem ik het boek met de twee ruggen. Maar hoe flik je nou een boek met twee ruggen? Dat wordt een hoop. Ik ben niet zo technisch, maar dat wordt een hoop vouwen en knippen en poetsen en boenen. Maar dat was eindelijk voor elkaar. En dat was ook voor de een van die twee meisjes. Mm-hmm. Maar zegt het dan iets over Fritsie dat je voor haar een boek met reigers maakt? Of is dat dan nee, waar je op dat moment mee bezig bent? Dat is toevallig waar ik mee bezig ben. Mm. Dat brengt me op een idee. Mijn ouders waren getrouwd. Heel netjes voor kerk en staat. En ik kreeg toen van die lui van de gemeenschap een prachtig werk. Niet te geloven zo mooi. Zo worden ze niet meer gemaakt. Een Liber Amicorum met een perkamentenband waar alle vrienden iets aan hadden bijgedragen. Daar staat een handschrift van Pommy Nijhoff, zeg. Een van onze mooiste dertig. Nee, maar een schitterende vertaling van een Franse ballade. Daar staat van Gerrit Rietveld. Van het afschuwelijke vierkante Rietveldhuisje. Staat er een rondhuis in. Voor Fuchs en Netty, zo heette ze dan. Een rondhuis. En papa zei dan, ja, dan kreeg je een sleuteltje van een sardineblikje bij om erin te komen. En omdat hij weer niet lachte, dacht ik dat dat echt was. Nou ja, in ieder geval. En wie stond er allemaal in? En, oh ja, daardoor kwam ik erop. Professor Pompe, de bekende jurist. Heel goed, waar die Pompe-kliniek naar genoemd is. Die zijn sporen verdiend heeft. Die dacht, weet je wat, ik lever iets in waar ik over aan het schrijven ben. En dat was over bedelarij. Dan staat er dus een stukje tussen dat Rietveldhuis en alles en zo. Over bedelarij. En papa zei dan, ja, het is wel uitgekomen, maar het is zo raar voor een bruidsboek om dat zo te doen. Dat vond ik ook, eerlijk gezegd. Maar toch, je was toevallig met reigers bezig, dus maakte je voor haar een boek. Oh ja, jij houdt in de gaten waar we het over hebben. Over reigers. Ja. Ik was naar Zweden een paar maanden geweest. Een vriend van mij, Jerry Keizer, een schilder, zei, weet je wat, we gaan het eens in het buitenland proberen. Kijken of we daar meer succes hebben. Quod non. Maar we zaten in ieder geval drie maanden in Zweden. En toen heb ik me geabonneerd op de Zweedse dierentuin. Stockholmse dierentuin, genaamd Skansen. En dan barstte het van de reigers. Dus ik denk, nou ja, doen wat de hand te doen vindt. En ben eens een bezetene reigers gaan tekenen. Dat was ook erg gaaf. Dat was raar, joh.
ineens aan denk. Ik ben weer eens kansen nu ik het je vertel, hè. Mm-hmm. En dan loop ik rond. Het is eind winter, begin voorjaar. En in Zweden is dat heavy. Dus er was niemand. Ik was als enige in die dierentuin. Er verschijnt ineens een raaf. Die kijkt me aan. Gaat eerst op mijn dak zitten, kijkt me aan. Ik sta daar reigers te tekenen. Ik doe toch niks kwaad. Daalt op mij neer. En dat is een groot ding, hoor, een raaf. Gaat aan mijn veet zitten pikken. Onder het roepen van Jacob, Jacob, Jacob. En later hoorde ik bij de Zweedse mensen waar ik logeerde. Oh nee, dat is de stadsraaf van Stockholm. Die heet Jacob en wou zich alleen voorstellen. Raar is dat, hè? Ja. Maar het is een baas, jongen, zo'n raaf. Als je die aan je veters hebt. Oef. Ja. Nou ja. Het is Fritsie, het klinkt allemaal zo plat als je het zo zegt, maar na Fritsie ben je getrouwd met Anneke. Daar heb je het Pulcinellenboek voor gemaakt. Ja. Ga je mijn hele liefdesleven hier even op straat gooien? Eventjes. Hm. Nou, even dan. Nee, maar ik wil het over iets anders hebben. Het is nu... Liz Taylor, moet je... ik heb ook nog een verhouding gehad met Ingrid Bergman, maar daar wist zij niks van. Toen was ik heel klein. Ze leek op mijn moeder en ik vond haar... Mijn moeder was namelijk... Ja, dat is natuurlijk een slechte start. Het was meteen de mooiste vrouw die ik ooit in mijn leven ontmoette. Dat is wel raar. Goh... Is het nou voor een jongen leuk om een mooie moeder te hebben of juist niet? Nou ja, dat doen we bij het volgende interview. Maar heeft dat een rol gespeeld, denk je echt? Geen idee, ik ben geen psycholoog, godzijdank. Hmm. Nee hoor, ik ga op de automatische piloot. Ja. Hmm. Maar jij wou geloof ik aan het vragen, of niet? Ik wou zeggen, het is nu 11:30. We zijn 2,5 uur bezig. Jezus, waar blijft de tijd? Hè? Ja. En er staan nu 4 lege bierblikjes voor je neus. Ja. Dat zijn niet de enige die je gedronken hebt. Al die huwelijken zijn aan de drank kapot gegaan, of niet? Ja. Dat kun je wel zeggen. Ik heb 2 huwelijken stuk gestoken. Ja, dat is vervelend. Ja. Maar wat wou je daarmee... is dat... Wou je daar iets mee zeggen? Nou, kijk, we hebben het over alles in je leven. Dus ook over de drank. Ik wou maar gewoon vragen, waarom drink je? Weet je het? Ja. Ja. Is die vriend... papa dronk ook al, hè? Hm? Die vriend van hem, Jozef Rood, Oostenrijkse schrijver, prachtige schrijver. Ja, van hem is de uitspraak... Men kan wel te veel drinken, maar nooit genoeg. Dat is... Ja, papa is van de generatie van drinkers. Ja. En ik ben nogal verlegen van huis uit. Ik vroeg je ook om dit interview te beginnen. Mag ik eerst wat bier? Mm-hmm. Het is, zoals de psycholoog zegt... Zal ik ook eens met een dik woord komen? Ja, doe maar. Angstreductie. Hoe vind je die? Ik heb hem niet zelf verzonnen, helaas, maar... Je wordt wat op je gemak. En dan... Simon Carmichelt, ook een grote drinker die ermee opgehouden is... zei, ja, dat is iemand die van een... hoe heet dat... van een wolkenkrabber springt en zich voorneemt om maar 10 verdiepingen te vallen. Goed is die, hè? Ja, die is van Simon. En hij wist er alles van, natuurlijk. Ja. En als het angstreductie is, wat is dan de angst? Je noemt het verlegenheid, maar... Ja, de angst voor andere mensen. De angst voor... Ik ben niet bang als ik tussen de bomen van Renauwen loop... Dat is een groot, prachtig bos bij ons in de buurt. Ik ben ook niet bang als ik in mijn eentje zit te tekenen, in het tegendeel. Hmm. Ik ben wel bang als ik tussen de mensen kom, ja.
Dat is waarschijnlijk een kwantaardig soort, hè, de Homo sapiens. Poeh. Nou ja. Maar waar, is dat nader uit te leggen? Waar je dan bang voor bent? Verlegenheid is iets wat iedereen wel begrijpt. Als je dat wil weten, dan moet je bij een psycholoog wezen, niet bij mij. Nee. Ik kan je iets vertellen over tekenen. Ja. Maar verder bijna over niks. Een beetje over het dichten. Maar... Nee, de psychologie van mijn eigen interesseert me ook weinig. Nou, je zei dat je vanaf het moment dat we je gevraagd hebben voor dit gesprek over je leven bent gaan nadenken, toch, of niet? Ja. Denk je dat dan? Is waar. Ja, ik ben erin gestonken. dat kan men rustig zeggen. 3 uur over jezelf praten, terwijl... Welk zelf is zo interessant dat je er 3 uur conversatie over hebt? Mm. Er zijn toch bijna geen mensen? Mm. En die er zijn, die zitten aan Barretje Hilton op te scheppen... en die zijn oninteressant. Hè? Ja. Vind je? Ja. Maar als je dan, want dat heb je dus gedaan de afgelopen 3 weken... over je leven nagedacht. Ja. Dat doe je dan niet in psychologiserende zin? Van god, hoe is het eigenlijk zo gekomen? Nee, absoluut niet. Nee, niet alleen omdat ik dat niet zou weten... maar ook omdat ik het niet interessant vind. Nee? Het is nou eenmaal zo gelopen. En dat is leuk. Een tekenaar kijkt naar de dingen zoals ze eruit zien... En niet waarom ze er zo uitzien. Ja. Dat weet ik niet. Nee. Ik constateer. Een tekenaar constateert. Het is zo prachtig trouwens van tekenen. Ik ben nu eenmaal een tekenaar. En ik kan het even vertellen. Dat er zijn geen dingen die je zo goed ziet... dan wanneer je ze getekend hebt. Onze goede Reuling, mijn leermeester, zei... probeer nou s'avonds, als je van school komt... nog uit je hoofd na te tekenen wat je die dag getekend hebt. En dat is een beeldschone raad, want dan denk je... verrek zich, die schouders daar heb ik helemaal niet op gelet. Dan moet ik morgen eens goed op gaan tekenen. Huh? Hè? Dus je constateert? Ik constateer. Ik kan jou niet verklaren waarom dingen komen. Nee. Weet iemand wat op aarde het schoonste is? Gorter, hè? Ja. Nee. Dat lijkt me zo'n leuke man geweest, joh. Waarom? Ja, papa hield nogal van die gedichten... Ik moest dan een boek uit de kast pakken voor hem. En hij kon vanuit zijn bed niet lezen wat er op die ruggen van die boeken stond. Dus wat is dat witte boek daar? Hij zag wel iets wit. Dat is Nouvelle Pièce Noire, papa. Van Anouilh. Nee. En daar ietsje rechts van... De school der poëzie. Ja. Wat staat er verder op die rug? Sensitieve versie. Ja, geef dat maar. En dan kwam hij... En dan ging hij voorlezen, want er was iemand op zoek. Dat beeldschone gedicht van Gorter. Ja. Dichten is bijna nog mooier dan het tekenen. De bomen waren stil. De lucht was grijs. De heuvelen zonder wil lagen op vreemde wijs. Ken je het? De mannen werkten wat rondom in de aard. Als groeven zij een schat, maar kalm en bedaard. Over de wereld was waarschijnlijk alles zo. En het mensgewas, ze leven nauw. Ik liep het aan te zien, bang en tevreden. Mijn voeten aan
Klaas Goedelien liepen beneden. Het is ongelooflijk. Wat mooi. Die man is al heel lang dood, Gorter. Mijn vader is dood. Maar dat blijft leven. Het is toch ongelooflijk. Het is waarschijnlijk geschreven in een verbrande pan, hoor je dat? Dat is een... Bij Bergen, ja. Duingebied, ja. Bij Bergen. Er is niemand die dat kan. Dat blijft toch staan, hè? Ik kwam een keer... een regel tegen van Luce Beer. Dat is dus ook zo'n dubbeltalent. Die kan schrijven en die kan waanzinnig mooi schilderen en tekenen. En dan kom je ineens... bij het lezen van zo'n gedicht stuit je op een regel... en overal stroomt mijn oog. Rivier van fotografie. En Jezus Christus, dat is een schilder, zeg. Want die... Zo kijk ik ook. Ik kijk nu naar die bomen buiten en ik denk... hoe zou je dat flikken als je dat zou moeten tekenen? Oh, wat is dat zo mooi. Omdat je dat ooit getekend hebt, weet je... hoe mooi het is, begrijp je? Ik zou iedereen aanraken, luisteraars, luistert u. Ik zou iedereen aanraden om onmiddellijk te gaan tekenen. Zet de radio af en ga tekenen. Omdat je dan meer ziet? Ja, dan kijk je beter. Absoluut. Ja. Dat is... Ja, je beschreef net één scène... uit die laatste jaren met je vader, toen hij al op bed lag, niet ja, meer kon bewegen. Was hij helemaal verlamd? Kon hij helemaal niet meer bewegen? Of? Nou, hij kon... ten eerste kon hij zijn armen bewegen. En ten tweede kwam ik een keer onverwacht binnen. En toen stond een dame zich aan te kleden. Dus ja, hij kon het eigenlijk nog bewegen. Ja, het is ongelooflijk, die boef. Maar ja. Maar je beschrijft een mooie scène. Een scène waar hij wijst op de boekenkast. Je pakt een boek en hij leest een prachtig gedicht voor. Ja. Terwijl ik las jouw levensgeschiedenis voor zover die te lezen is. En dacht, voor zover die te lezen is. die moeder was al dood op je 15e. En die twee... puberende jongens, je zei het daar straks in het eerste uur zelf ook... die moesten voor hun zieke vader zorgen. Ja. Dat moet ook een verschrikkelijk zware tijd geweest zijn, of niet? Voor hem en voor ons, ja. Het, toen hij dood was... toen voelde ik me bevrijd. Maar volgens het vierde gebod moet je van je vader houden... dus je mag je niet bevrijd voelen. Dan krijg je twee tegenstrijdige gedachten die in je kop komen. In je hart, liever. Ja, dat is waar, ja. Ik was wel bevrijd natuurlijk. Alleen, zonder geld moest ik de boze wereld in. Toen zat ik op de academie. Die prachtige ouderwetse school. Maar er is wel, de uitgang is op de bovenste verdieping en er is geen trap. Nee, ik bedoel, symbolisch, hè? Ja. Je moet meteen vliegen. Anders val je te pletten. Ja. Ai. Maar ja. Ging dat meteen, dat vliegen? Nou, jongen, moet je horen. Ik zit hier toch goed gevoed voor je. Het is blijkbaar gelukt. Ja. Dat, Nee, het is... als ik mijn levensweg... Nou ja, dankzij jullie heb ik mijn levenspaardje een beetje teruggekeken... Ik val me niet tegen, hoor. Ik ben een mazzelaar. Ik ben inderdaad geboren op de dag dat de Nuremberger Rassenwetten in. Maar het was wel een zondag. Ik ben een zondagskind. Ja. Ook vreemd dat hij op een zondag... Hoe zie je dat? Trouwens. Ik ben een zondagskind. Wat? Ook vreemd dat hij Rassenwet op een zondag... Dat vind ik raar. Maar goed, dat vind ik raar. Er is die Amsterdamse Neerlandicus Wim Jens...
die is precies op dezelfde dag geboren als ik. En die heeft het even voor me nagekeken. En die beweert, ja. Nou, misschien ja, waren het hele gelovige mensen in die nazi's. Hmm. Maar ik... God is altijd aan de kant van de verkeerde. Je meent dat je een zondagskind bent. Als je terugkijkt, dan vind je... Nee, ik ben op zondag geboren. Ja, maar de symbolische ook, betekenis. Ik ben altijd de goede dag uit, de goede kant uit geblunderd. Ja. Dan kom je tegen zondag tegen. Die zegt, kan jij niet in propria cures werken? In propria cures ontmoet je weer die en die en die en die. En Rinus, die heeft me meegenomen naar Vrij Nederland. En ja, het is toch niet te geloven. Dat is allemaal waar, maar tussen je 15e en je 20e was je je vader en je moeder kwijt. En een paar jaar later je broer. Ja. Kan je nauwelijks mazzel noemen. Dat kan je geen mazzel noemen. Nee. Maar het vreemde is dat... Ik heb dus erg ongelukkige periodes meegemaakt in mijn leven. Maar die onthoud ik niet. Ik onthoud het verhaal daarvan. Ik weet wel wat er gebeurd is. Maar wat ik onthoud... is het waanzinnige geluk. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik zat in een huisje wat wij toen hadden in Winterswijk. Zat ik in mijn eentje aan die sprookjesillustraties te werken. Want dan moet je je concentreren, moet je in je eentje zijn. Het was beginnende lente. En het was heel vroeg. De zon scheen. En de gordijnen waren nog dicht, maar dat waren van die... Het heeft ermee te maken. Het waren van die natuurlijk linnen gordijnen. En er waren schaduw van een roos die voor het huis groeide. Die viel op die gordijnen. Toen kwam er een schaduw van een vogeltje neer op die tak van die schaduw van de roos. Begrijp je? Kan je me volgen zover? En ik dacht, jee, die schaduw was zo haarscherp dat ik kon zien... dat is een insecteneter. Wat zou het wezen? Het zou wel leuk zijn als het een fiets was. Toen deed die schaduwvogel zijn bekje open... en ik hoorde zuiver het liedje van een fiets. Alsof ik antwoorden kreeg. En dan ben ik zo door... Ik weet niet. Je kan niet zeggen dat heeft je verdere leven bepaald... Hmm. Waarom zou je dat niet kunnen zeggen? Dat is een hele indrukwekkende gebeurtenis geweest. Maar waarom kan ik niet zeggen? Nee. En die dingen onthoud je? Die dingen onthoud ik. En de ellendige dingen niet? Daar maak je een verhaal van? Nee, daar maak ik niet een verhaal van. Ik onthoud zelfs verhaal. Ah. Van, ik ben een keer heel erg ongelukkig geweest. En et cetera, et cetera. Maar dan ben je meer een figuur in je eigen verhaal dan dat je het zelf bent of zo. Ja. Het beklijft niet, als het ware. Goh, het werkwoord beklijven, dat is heel lang niet gebruikt voor de radio, denk je? Dat zou heel goed kunnen. Ja, hoe heet die dikke hier ook weer? Brandon Behan. Brandon Behan, ja. Ja. Borstelboy. Ja, die snuit zijn neus een keer op een grammofoonplaat. En zegt er achteraan, dit is waarschijnlijk de eerste keer... dat iemand zijn neus snuit op een grammofoonplaat. Leuk is dat, hè? Betekent dat ook dat je die verhalen, die nare verhalen... waar je verhalen van, die je herinnert als verhalen... dat je dat niet wilt tekenen? Want als je het tekent, onthoud je het wel, of niet? Ik ben het in je werk niet echt tegengekomen, nee, althans niet direct. Nee, ik ook niet. Zullen we met z'n tweeën nog eens goed gaan zoeken? Maar waarom zou je... Nee. Nou ja, dat sterfbed van papa. Dat heb ik wel... Ja. Omdat ik vond dat moest. Dat is echt bijna boom. Sterfbed van je vader, dat is een punt. Een topos, zeggen de kunsthistorici, geloof ik. Dat is altijd... Nou ja, maar in ieder geval, ik heb er niet... Het blijft mij niet bij. Nee. Papa, waar ik bij zat toen hij stierf... en hij viel zijn mond open...
Van de ene seconde op de andere seconde was dat leven eruit. En ik probeerde die mond weer dicht te doen, maar die viel open. En, dat was nogal heavy. Ja, nu ik het zeg, komt het toch weer terug. Ja. Maar in ieder geval, in mijn gedachten leeft hij zo ongelooflijk. Hm. Er is bijna niemand die zo leeft als mijn vader. Dus dat is een incident waar overheen gesprongen wordt. En, hè, begrijp je? Ja. Of ben ik te moeilijk? Nee. Je hebt een prachtig tekeningetje gemaakt in dat boekje waar ik het al eerder over had. Wat je ook niet vaak ziet. Half vergeten. Zeker, hè? Ja. Nou, het... Vertel even wat erop staat voor de kijkers thuis. Ik probeer me mijn vader te herinneren alsof ik hem scherp voor me zie en hoor. Hm. En ik weet niet meer wat erop staat. Ja. Oh ja. En er is één lege mouw. Hij is er maar half. Er steekt een hand uit zijn kamerjas. En een been steekt eruit. Maar verder is hij weg. En ik ben zo bang dat ik hem vergeet. In de zin van... ik weet niet meer hoe zijn stem klinkt. Ik ben bang dat als ik hem tegenkom, dat ik zijn stem niet meer herken. Ja, er is natuurlijk iets grappigs. Tenminste, dat vind ik grappig. Bij het laatste oordeel. Katholieken geloven in het laatste oordeel. Er worden we allemaal geoordeeld en zo. Mm-hmm. Dan moeten we allemaal bij elkaar gaan staan. En dan zie ik papa eindelijk weer. En dan zal ik Saïda aan hem voorstellen, mijn vrouw. Papa, kom eens. Dit is nu de vrouw van wie ik hou. En en papa probeert aan mij... altijd, dat weet ik hoor, zo'n indruk op haar te maken dat zij mij een beetje een lulletje vindt en hem interessant. En dan gaan die engelen in hun handen klappen en zeggen, kan het hier een beetje stil zijn? Het is een oordeel. Oeh ja, neem me niet kwalijk. Papa, hoe vind je dat? En dat soort dingen. Dat bestaat natuurlijk niet. Nee hè? Ik vrees dat het er niet van zal komen. Vrees? Nou, het lijkt me wel gezellig, zoiets. Bovendien, ja, de grote stilte, het grote nirwana... is natuurlijk wel iets om naar te streven, ja. Ja. Oké. Okay. Dan doen we dat. Want de hemel... waar het altijd aan de ene kant maar doorgaat, maar nooit meer ellende, daar moet je ook niet aan denken. Nee. Toch? Nee. Nee, godsamme. Nee, ze. All this and heaven too. Nee. O ja, ook. Over mijn vader. Ik heb dus zitten denken. Alsmaar. Nadat jullie mij uitgenodigd hadden. Mijn leven. En mijn vader wordt steeds belangrijker. Wat ik ook aan de luisteraars wil vragen is... papa zei soms een regel voor zich uit. Zoals... Sinds die tijd... kust mijn vader zelf de meid. En ik zou wel willen weten welk gedicht daaraan vastzit... Maar dat heeft hij me nooit verteld en ik heb het nooit gevraagd. Stom. Dus, dit is de open vraag. Hè? Nog een keer, die regels? Sinds die tijd... kust mijn vader zelf de meid. Ik vind het wel een indrukwekkende regel. Het is duidelijk het slot van iets. Maar ja... Nou. We hebben allemaal elektronische middelen waarlangs de mensen kunnen reageren tegenwoordig. Ja. Ik was dinsdag bij je. We zijn bijna aan het eind, daar wou ik het nog heel even over hebben. Ja. En je hebt verteld hoe Ovidius al op de middelbare school zo'n inspiratiebron was. En een metamorfose. Ja. Je bent nu de tekeningen erbij. Ja.
aan het maken. Ja. Na, wat gaat is lekker, het? Gaat 60 lekker. Jaar. Nou, 55 jaar. Na 55 jaar, als we het over de middelbare school hebben. Waarom nu pas? Ik ben er mijn hele leven bezig mee geweest. Maar nu ben je echt met Ovidius, het boek en de tekeningen erbij. Ja, dat is waar. Nee, daar heb je weer eens gelijk. Knarsje tanden, moet ik het toegeven? Ja, dat weet ik niet. Waarschijnlijk is het er niet van gekomen. Ik heb allerlei klussen gehad. Een tekenaar moet leven van klussen. Kunt u voor mij niet... Ik wou vroeger uithangbordenhersteller worden. Je hebt een rugzakje op je rug met allerlei verfspullen. En dan kom je bij een herberg in een vreemd land. Want aus dem Leben eines Taugen ist. Het is de romantische ding. Zeg, Waard, uw uithangbord kan wel een verfje gebruiken. Nou, en dan mag je voor niks eten en drinken. En met de jongste dochter slapen. En dan ga je dat helemaal opschilderen. Begrijp je? Mm-hmm. Waarom zei ik dat? Ik weet het niet, maar ik vind het wel een mooi eind. Oh! Volgens mij ben je het geworden. Nou, ja. Dank je, dank je. Heel hartelijk bedankt. Dat beschouw ik als een compliment. Heel hartelijk bedankt, Peter Vos. U kunt een bandje van deze uitzending bestellen door €17 dan wel 23 over te maken op 444-600. Ten name van de VPRO Public Service. Tot zover inderdaad het VPRO Marathon Interview. Chris Keijnen sprak 3 uur lang met tekenaar Peter Vos. En ik herhaal het nog een keer. U kunt een bandje bestellen, €17. Een cd kan ook, €23. Overmaken op Giro 444-600 ten name van de VPRO. En zet er dan bij interview Peter Vos en vermeld even de datum 11 juli. Volgende week vrijdag ons 3e marathoninterview. Rob van Hatten spreekt dan met emeritus hoogleraar en etoloog Jan van Hof. Dag.